En dan hallo, hallo, hallo. 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 Hallo, goedenavond allemaal. Hallo. Goedenavond. Hi. Nou, daar zijn we weer met een nieuwe editie van de Twitch Talkshow. Nummer 87 inmiddels. En allemaal gezellige streamers bij elkaar. Ik presenteer u aan Kippensoepje, Shari, Game Meneer, Maris Mondria, Ben Billy Kwijt, Lotje, Jones, a.k.a. Joost Speelt Spellen en Maiko Beukers, a.k.a. White Maiko Happy. Zeker bro, vanavond zijn we hartstikke white. Zo. Komt goed. Hè? Waarom zie ik jou? De camera staat ook gewoon stil. Het lijkt alsof we naar een opname zitten te kijken. Wat dan? Holy shit, de camera van jou loopt nu echt een minuut achter. Maar goed, misschien moet je nog even F5'en of zo. Blij dat iedereen er is. En ik kan me voorstellen dat iedereen toch een beetje brakke dag heeft. Omdat het zo ook lekker weer was en iedereen toch de deur uit is gegaan. Of misschien helemaal niet, want misschien zijn we gewoon allemaal gamers. En hadden we zoiets van, ja, fuck dat. Ik blijf lekker binnen zitten en ik zet de airco aan. Was het lekker weer dan buiten? Ik heb me laten vertellen dat het lekker weer was. Ik heb heel even het raam open gehad, maar dat was iets te veel invasie van licht. En toen dacht ik, dat gaan we niet doen. Dus hoe was de week? / wat hebben we meegemaakt? Ik ben weer terug op Twitch. Hey. Oh, nice. Na een maand, we did it. Stabiel genoeg in het koppie. Dus we zijn weer terug. En we hadden een tijdje geleden het gesprek over dat jij zoiets had van... het wordt me allemaal even te veel. Ik ga het even wat rustiger aan doen op Twitch. Mm-hmm. Wat heb je nu dan aangepast in hoe je er nu aan begint, waardoor het nu niet meer zo gaat? Ik heb 1 stream gegooid. Mm-hmm. Nu doe ik dat niet meer. Nu ben ik weer klaar mee voor de rest van de week. Dus volgende week weer ergens. Gewoon kijken. Sowieso staat school first. Dat duurt nog een maandje en dan is het zomervakantie. Dus ik heb nu heel veel deadlines. Dus dat is wel weer even paniek, even stress. Maar in principe is het nu gewoon streamen wanneer ik het leuk vind. In plaats dat ik een schema heb waar ik me aan ga houden. Dus dat is wel chill. Ja, nou ja, ik ben blij dat je er weer bent. En dat je jezelf een beetje onder controle weet te houden met het streamen en zo. En dat het allemaal... Ja, op zich. Ik heb dat je niet lijp gaat. Ja. Ja. Nou, lekker. En de rest? Pinkje behaald, man. Lekker, bro. Yay! Yay. Je hebt even mogen duren, maar we delay zijn... Delay is zo goed aan het gaan. Ja, delay. Je gaat zonder emotie. Ik kan het wel even proberen te fixen. Wacht, geef me even, ja? Even F5 drukken of zo, want dit is echt... Komt die uit. Ik vind het eigenlijk wel grappig, eigenlijk. Ja, ik weet niet, voor de liplezers, jullie een trainer, bro. Let's go. Ja, gefeliciteerd, Maiko, met je Twitch partnership. Thanks, man. Thanks. Lekker, Maiko. Dat beter. Lekker. Maar ik zie je ook steeds vaker echt met bizarre viewer-aantallen. Wat is het geheim van je succes, Maiko? Het geheim van... Jij gaat als een idioot gedragen, denk ik, man. Want ik af en toe, dan schreeuw ik mijn eigen zo helemaal de longen uit mijn lijf. Maar ja, het schijnt te werken. En ik natuurlijk ook... Ik bedoel, je doet dat roleplay doe je natuurlijk met een grotere groep. En die grotere groep hebben variëren tussen grotere en kleinere streamers. Ja, en als je dan bij die streamers op stream komt, ja, dan helpt dat gewoon, denk ik. Ja, dus het geheim is, maak vrienden. Een soort van vrienden. Want gamen is niet mijn vriend. Dus vandaar. Kennissen. Dus ja, dat een beetje, man. En ik doe gewoon mijn ding. En ik denk dat je ook vooral je ding moet blijven doen, toch? Ja, niet hard van stapel gaan lopen en zo. Het is allemaal hartstikke leuk, maar ja. Gewoon lekker normaal blijven, gewoon met de telefoontje, webcammetje, weet je. Maakt jou tuurlijk, niet jongen. Ja, toch. Tuurlijk. Die leven niet tot en met Tokio kan gewoon. Even elke maand 8000 euro pakken met de nieuwe Twitch monies. Nee, maar gewoon dat zijn jouw woorden, niet de mijne. Hoeveel zei je, Kip? Nieuwe Nike. Nee. Nee, hij noemt maar wat, hè. Ik noem maar wat. Okay. Maar ja, dat dus, man. Nou, wat wij hebben meegemaakt, een huisgenootje van Charlie heeft weer corona, dus... Alweer. Ander huisgenootje, dus de share. Dus daarom zitten we nu naast elkaar. Maar ja. Met wat voor loebers woon jij samen? Ik woon in een studentenhuis en zij moeten gewoon werken. Dat is genoeg informatie. Ze woont in een studentenhuis. Nee, ze zijn niet van de heel veel uitgaan en coronafeestjes, dat is het niet. Nou. Maar... Nee, helemaal niet. Oh, ja. Nou ja, weet je, je hoeft maar 1 persoon verkeerd te zien en je hebt het al. Ik bedoel, ik had het ook gewoon kunnen krijgen als ik daar alleen maar al woon, dat ik zelf ook niet veel de deur uit ga. Dus hij moet ook gewoon werken en zo. Dus ja, wat werken met mensen bij doen ze? Eentje werkt bij thuisverzorgd. Die heeft corona gehad. En de ander werkt voor een uitzendbureau. Die moet gewoon winkels voorzien van voorraad. Die dus dan werk je ook gewoon... Zelf even uitgezonden. Ja, precies. Maar ja, daar kwam ik dus achter toen ik al hier was. Dus nu zit ik stuk.
Jippie. Dus ja, vandaar... Maar ik kan me nog herinneren dat vorige keer dat dit gebeurde, dat kippensoepje een beetje aan het eind van zijn Latijn was. Van ja, ik zit gedwongen met Shari in één huis 10 dagen lang. Oh, dat is... Ja. En toen kwam ze dus weer langs en nu is het weer. Dus ik had al meteen van kut. Dus ja. Nou, je was... Nou ja. Ik vond je wel wat minder heftig overkomen dit keer. Ja, maar het is nog niet volgende week zondag dus. Ja, nee, dat is waar. Ja. Dat klopt. Ik wil ook gaan huis. Ga dan. Nou, lekker. Iemand anders nog wat meegemaakt, wat boeiend? Wij zijn verhuisd. Oh. Ja. Lekker. Zitten jullie nu in hetzelfde pand? Ja. Pand zou je kunnen zeggen. Ja. Ons kasteel. Ik moet 5 minuten lopen om daar te komen. Nee, is het echt zo, ja? Jezus. Niet flex, maar oké. Ja, is gewoon heel boeiend. Maar is eigenlijk dit gewoon zo'n tunnelsysteem? Is dit het endgame huis? Hoe moeten we dit? Komt er zo'n soort gekke vlog wat iedereen tegenwoordig doet met kijk mijn gigantische osso en zo? Voor mij niet in ieder geval. Nee. Ik wil op zich wel. Ik heb 1 stream zeg maar echt gedaan waarin ik mijn studio een beetje zo liet zien. Alhoewel ik nu en dat zei ik net nog in de call. Ik heb mijn monitoren nu op een verhogingje staan en mijn webcam staat er gewoon op. Dus hij Ik had het zo gedaan dat je de setup echt precies mooi in beeld hebt. En nou kapt hij hem af. Dat is een beetje jammer. Rip. Maar nee, dat wil ik op zich nog wel zeg maar een beetje filmen. Van hoe ik het ga inrichten en zo. Want ik zit tegen een wandje aan. En achter dat wandje, het is een half muurtje zeg maar. Daar is een gedeelte waar ik mijn winkeltje helemaal ga inrichten en zo. En dat is gewoon... zeg maar het moment dat ik dat nu kan gaan uitbreiden en gewoon echt er wat van kan gaan maken. Dus dat wil ik wel een beetje gaan filmen, maar de rest van het huis, moi. Want voor de mensen die niemand wat aan. Want voor de mensen die geen idee hebben, wat voor winkeltje dan? Ik heb momenteel een winkeltje, of nou, hij staat nu even op pauze vanwege de verhuizing, maar ik verkoop stationery, gewoon stickers en papier en weet ik veel wat allemaal en handgemaakte sieraden en andere dingetjes. Het staat nog een beetje in de kinderschoenen, maar het gaat nu echt uitbreiden. Winkeltje doen. Winkeltje doen. Ja, doen. Ja, toch? Ja. Nou ja, lekker. Pretzels in pretzels. En dan doe je dat op Etsy of zo? Of echt helemaal gewoon eigen store? Ik heb gewoon eigen... Het is een hele simpele website die ik heb. Ja, mag ik het pluggen? Ja, voor mij wel. Natuurlijk. Het is lunarstationery.com. En het is een hele simpele WordPress website hoor. Ik heb er verder ook geen geld voor om dat uit handen te geven. Ik heb dat allemaal zelf opgezet, zelf aangeleerd en zo. Dus gewoon dat. En ik verzend vanuit huis en... mijn eigen dingetje. Cool. Yes. Nice. Iemand anders nog iets? Maris, Maiko's partner, Gordy Jones. Ja, ik heb Don helpen inpakken voor zijn verhuizing. Hey, daar was ik bij. Ja, dat is eigenlijk maar al dat was vorige week. Ja, dat was al vorige week. Ja, je hebt gelijk. Nee, je hebt de kanaal gelanceerd deze week. Oh ja, dat is inderdaad deze week. Ja, ik ben een nieuw YouTube kanaal begonnen. Met Rudy, ook streamer. Rudy met Erp Twitch volgens mij. Of ook Rudy trouwens. We wilden wat meer, wat minder gaming en wat meer IRL shit doen, maar niet de main channels omgooien. Dus we wilden iets extra's ernaast doen. Ook omdat we natuurlijk die theatershow gaan doen, voor de mensen die dat niet weten. We gaan een theatershow doen eind dit jaar in première. En we dachten van ja, als dan die theatershow begint en je koppel hangt of van die grote poses in Amsterdam... En mama gaat met klein lief naar die show toe. En die gaat mij zitten googlen. Dan vinden ze alleen maar gaming video's. En ik wilde eigenlijk dat ze ook een beetje diversere soort content van ons zouden vinden. Dat iets behapbaarder is voor een wat breder publiek. En voor pers ook. Dus vandaar de keus. En het is eigenlijk ook best wel leuk om te doen. En ik vind het altijd wel leuk om met camera's bezig te zijn te vloggen en dat soort dingen. Ik heb natuurlijk een tijdje een vlogkanaal gehad. En dit is eigenlijk wel een leuke tweede stap. En omdat ik het dus samen met Rudy doe is de druk een beetje verdeeld, zeg maar. Dus het is niet dat alles op mijn schouders ligt, maar het is nu ook een beetje op zijn ding en mijn ding. Zo doen we dat samen. En dat is best wel, dat is vandaag, of dat is deze week gelanceerd. Er staan nu 3 video's online. En dat gaat best wel lekker. Dus happy with that. Ja. Zo. Nice. Nice. Ja. En is dat dan ook een beetje ontstaan zo vanuit, ik noem het een beetje de gaming-armoede van dit moment, dat er niet heel veel toffe nieuwe games zijn en zo? Of valt dat wel mee? Niet per se. Ik bedoel, de gaming channel gaat nog steeds door. Ik heb nog steeds dagelijks op mijn YouTube kanaal, Rudy ook. Dus dat gaat gewoon lekker door.
Dit is echt gewoon puur vanuit de theatershow. Dat was ook toen, we hadden toen een keertje een werkvakantie geboekt met de mensen met wie we de show maken. En uit, als conclusie uit dat weekendje wegkwam ook van ja, we moeten gewoon een YouTube-kanaal hebben. Waar we wat meer entertainmentachtige content op kunnen pushen. Wat ook logischer is voor de show uiteindelijk. Ja. Ook omdat we dan niet alle promotiemeuk op onze eigen gaming channels willen doen. Maar gewoon dat we het een beetje kunnen verspreiden. En zodoende eigenlijk. En jullie willen waarschijnlijk ook niet meer zo'n klassieke show maken. Waarbij je gewoon twee gasten op een podium zet die alleen maar zitten te gamen. Nee, absoluut niet. Dat was eerst wel het idee. Dat, nou, daar heb ik het over 4, 5 jaar geleden. Maar toen begon net Royalistic volgens mij met zijn show. En toen hadden wij dat een beetje bekeken. En we voelden hem niet helemaal om dat na te gaan doen. En toen zijn we eigenlijk verder gaan denken. En daaruit kwam toen een heel verhaal met de storyline. En we moesten leren acteren. Het is een heel debakel geweest. Maar en het gaming aspect zit er nog wel in, tuurlijk. Want hè, gaming is wat mij groot heeft gemaakt en wat Rudy ook. Dus om dat helemaal eruit te slopen leek ons geen goed plan. Het verhaal is ook een beetje over ons YouTube-leven, zeg maar, hoe dat allemaal is gevormd. Dus daar zit 100% gaming in. Dus het is een beetje, nou, hè, intro, gaming en dan gebeurt er wat en dan gaming. En dan, oh, boe, de bad guy, blah, 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 en gaming. Ik kan echt niks voorstellen bij zoiets. Nee, maar dat is ook een beetje het lastige, want het bestaat ook nog helemaal niet. We zijn iets aan het doen hier wat nog niet in Nederland in ieder geval eerder is gebeurd. Dus dat maakt het voor ons ook heel lastig om het te verkopen. Ja. En om marketing voor te doen. Maar ja, het gaat aardig. We zijn, als het goed is, gaan we in oktober in première. Dus het wordt leuk. Spannend. Cool. Oktober al. Ik zie het in de chat ook, een beetje een kotershow. We aimen het ook wel een beetje op het wat jongere publiek, maar dat is ook omdat toch geen kaartje, helaas. het is een beetje, we willen het als een soort van familieshow in de wereld helpen. Dus ouders zijn welkom, kids zijn welkom en het heeft genoeg humor die ouders ook kunnen waarderen dat zij het ook naar hun zin hebben, zeg maar. Dus dat is ons doel en hopelijk gaat dat lukken. Ja, nice. Ik hoop het ook. Dingen, weet je, ik zie ook wel mensen die zeggen, is het voor alle leeftijden? Kijk, ja, ik zeg wel, het is voor alle leeftijden, maar we zijn altijd heel erg bang dat als je zegt van, ja, we gaan een theatershow doen. En dat dan kijkers van 20 of 25 die denken dan van, ja, dan zit ik straks dus allemaal jochen en koters. Dus om dat een beetje te voorkomen, zeggen we gewoon van, hè, we aimen het op het jonge publiek, maar je mag best komen. Maar hou rekening mee dat er wel veel jonkies waarschijnlijk in het publiek zitten. Dat je de oudste bent, ja. Ja, ja. Ik weet natuurlijk ook van mezelf dat ik gewoon oudere kijkers heb. En ik weet ook van een paar echte fans dat die wel gaan komen, ondanks dat. En er zit ook gewoon humor in, want het is nog steeds gewoon Joost en Rudy zoals we ook op YouTube en Twitch zijn. Dus daar gaat niks aan veranderen verder. Zit er humor in? Nee, het is fucking saai. Het is echt een kutshow. De hele show is kut. Het is gewoon fucking business class met Harry Mens. Iedereen zit er met een zure pruik. Dat is best wel een grappig programma. Hou je bek, man. Dat is mijn favoriete show. Harry Wahedmans. Hebben jullie wel eens die fragmenten gezien dat Harry Mens dan mensen zit te interviewen, maar dat hij helemaal niet luistert? En dat iemand dan zegt, nou nee, dat zijn we niet van plan om te doen. Leuk dat jullie dat gaan doen. Maar met die gast met dat wijn. Er komt ook iedere week een gastland met wijn. Ja. Iedere keer, lekker wijntje. Goeie smaak. Lekker wijntje. Ja. Ja, die gast hier. Ja. En daar betaal je dan hoeveel geld voor om dat even te promoten voor een kwartiertje. Gekke werk, man. Goed programma. Als het werkt, dan werkt het toch? Ja, toch? Ja. Hij pakt zijn geld wel, hoor. Ja, 100. Hey, over dingen die Joost lanceert gesproken. Er is vandaag, nou ja, tenminste, het is een soort tweedelig ding. Want er is vandaag een soort nieuw platform, of dit weekend een nieuw platform voor gamers gelanceerd. Bananas.gg. En dat was ook een evenement. En er waren ook allemaal mensen bij en er was ook een stream. Maar dat heeft dan ook weer iets te maken met Joost en Rudy. Dus wie kan er wat meer over vertellen? Mij niet bellen. Ja, maar jij staat wel al over de site. Ja, ik dacht ook echt dat het van jou was eerst. Ik zat namelijk te kijken en denk, hè? Is dit dat wat Egbert had gepost op Twitter? Ja. Ja. Die hele gekke aankondiging. Ah, right. Nou, okay. Die site die er een beetje eruit zag als een scam. Ja, die. Ja. Ja, hoe ga ik dit vertellen zonder allemaal mensen boos te maken? Gewoon, nee, nou, het, liever wel mensen boos maken, want we zitten hier voor de content natuurlijk, Joost. We zitten hier voor de content. Nou ja, het was een soort van idee voor kleine streamers en mid-tier streamers om een beetje content te creëren of zo. Dat is wat ik ervan heb opgekregen. Ik ben zelf niet heel erg betrokken geweest bij dit hele platform. Niet erg of helemaal niet. Maar hebben we het nu dan over... hebben we het nu dan over bananas.gg of fanvlog? Ja. Want het zijn twee verschillende dingen en die hangen een beetje aan elkaar.
Nou, het zijn twee verschillende dingen en die hangen, ja, hangen ze aan elkaar. Ja, nu wel. Okay. Fanvlog is in ieder geval is het management waar Rudy en ik bij zitten. En met management bedoel ik meer dat is het wordt gerund door één guy. En hij reageert op inkomende e-mails van mij en Rudy. Maar we doen wel alles met z'n drieën samen. Dus we hebben dagelijks bijna calls en dan bespreken we shit. Het is een soort van driehoeksverhouding. Dus het is niet dat hij alles van ons overneemt. Maar daarnaast doet hij, ik noem hem gewoon bij zijn naam, hij heet Jerry. Daarnaast doet Jerry ook gewoon zijn eigen dingetjes. En Banana's is een van de dingetjes die hij aan het doen was. Samen met Sifa, dat is volgens mij Tim MSSH zijn bedrijf en wat anderen. En de Smash Universe staat ook op die website. Dat is bijvoorbeeld het management van Ronald en een paar andere YouTubers. En die zijn toen met z'n allen eens gaan praten. En daar kwam volgens mij dat Bananas uit. Ik zeg heel de tijd volgens mij, want ik heb hier dus niet heel veel mee te maken gehad. En uiteindelijk was dus die stream daar. En toen kregen wij van Jerry te horen van, hey, we zijn bezig met dit en dit. Er zit een grote gozer achter en die kan potentieel veel voor ons betekenen. Lijkt ons leuk als je erbij bent. Het is gewoon een streampje. Je moet gewoon even een uurtje gamen en dan ga je weer naar huis. Prima, hè, mij maakt niet uit. Ik vind het al leuk dat ik de deur uit kan. En als er potentieel iets uitkomt, leuke relatie, leuk zakelijke relatie, prima, weet je. Dus wij gingen daarheen. En die website, die bananas.gg, werd dus exact tegelijk gelanceerd met het moment dat wij op die stream aanwezig waren. Dus wij gingen daar streamen. Was al een beetje een chaos stream om te beginnen, maar goed, hè, dat terzijde. Toen kwam die website de lucht in die ik nog nooit had gezien. En daar stond dus een stukje over fanvlog. Nou, dat stukje, dat herken ik wel. Want wij hadden gewoon een soort van memerige tekst eruit gejast. Van een meme platform, laten we maar gewoon een meme tekst erop zetten. Maar die komt dus helemaal op de homepage te staan. Dus iedereen die ging dat uit context halen. Die las dat en die dacht van, what the fuck? Weet je wel, waarom zitten ze streamers belachelijk te maken? En waarom moet ik mijn neefje van 3 bannen uit mijn chat? Dus als je dat niet snapt, moet je die website maar even checken. Maar dat was die reactie, dat was niet de algemene reactie, zover ik ervan heb begrepen. Volgens mij dachten meer mensen van, what the fuck is dit? Want ik vond dat tekstje nog wel grappig. Ik dacht, nou ja, dat is nog wel leuk. Dan is het in ieder geval iemand die het leuk vond. Ja, ik had nog niet zo. Ja, ik snap een beetje wat je bedoelt. Het is jezelf niet maken. Maar dan ga je verder op die site en denk je echt, maar wat nu? Wat is dit dan? Dat is dus waar het fout ging. Want de communicatie is gewoon niet helemaal lekker gegaan. Want niemand weet wat Banana's is en wat het doet en waar het voor staat. Nee, ja, dat is dus een beetje het vage, toch? Want het is er en er is een stream en er zijn allemaal namen aangelinkt. En ik zag vandaag mensen aan een soort van een gokkast draaien. Maar ja, ik heb een half uur gekeken en het werd me helemaal niet duidelijk wat er nou gaande was. Ja, ik heb mezelf ook echt heel erg boos gemaakt daarover. Daar op locatie, wat natuurlijk niet heel netjes was. En achteraf thuis ook, nadat ik alle reacties las. Van ja, jongens, leuk dat jullie zo'n platform lanceren. Maar zorg dat je duidelijk bent wat je bent. Toen ik initieel met Tim hier een gesprek over had. Tim MSSH, dat is al pas zo lang geleden. Toen zei hij van ja, dit wordt een platform waarin streamers kleine producties kunnen opzetten. Dus stel, je wilt een toernooitje organiseren met wat vrienden. Nou, dan regelt Banana's de PC's, het schakelwerk, blablabla. Bla, bla. Weet je wat Daniel ook een beetje doet, maar dan voor kleine streamers. Dat was een beetje het idee. Ik denk, nou, tof, weet je, prima, lekker doen. Uiteindelijk is dat dus omgevormd naar wat het nu is. En nu moet het een soort van toernooiachtige website zijn. Dus je kan een soort van online toernooi organiseren. Ik heb geen idee, nogmaals, dit is me heel vaag uitgelegd wat het nou is. Dus ik denk van, nou ja, ik hoef het niet te weten, zolang het de mensen aan wie je dit tailort het maar weet. Weet je wel, jullie gaan een stream lanceren, zorg dat dat duidelijk overkomt. Ik vind wel, Joost, sorry dat ik je onderbreek, maar ik vind wel een klein beetje, ja sorry chat, ik zit ondertussen voor de verandering een keer te eten. Normaal gesproken heb ik alles altijd gedaan voordat de talkshow begint, maar ik had echt fucking veel honger. Dus ik zit iedereen te eten. Net shame op Billy, maar dat je net aan het ruiken was van, wat is dit? Nee, eet smakelijk. Maar even ruiken voordat het ribbelt. Maar Joost, ik vind eerlijk gezegd wel, dit is ook een beetje iets wat eerder ter sprake is gekomen toen weten jullie nog wel met die influencers en die PS5 pre-order shop. Ja. Ik vind wel dat als jouw foto op die site staat, dan kan ik jou toch op zijn minst wel vragen wat het voor platform is. Dan moet jij dat toch wel weten. Ja, 100%. Ik zou het ook moeten weten. Het is gewoon een beetje lakset van mij ook geweest. Het is omdat Jerry het wist en hij was het mee. Het is zijn. Hij is hier mee bezig al lang. Ik had een soort van, komt wel goed kind of mood. Ik ga daar gewoon heen. Ik doe even mijn ding en dan you. Maar ja, dat is les geleerd dat ik niet moet doen. Ja, daar kan ik heel eerlijk over zijn. Dat is gewoon mijn eigen fout geweest ook. Maar kan jij ons inmiddels vertellen, wat is nou Banana's in twee zinnen, zeg maar? Oké. Okay. Banana's is als jij gekke competities wilt doen
en jij wilt content voor jouw Twitch-channel, voor je YouTube-kanaal, dan kan je je aanmelden bij Bananas en hun organiseren events, toernooien, dingetjes waar jij aan kan meedoen, zodat jij content hebt. That's it. Dus een soort productiehuis. Maar Zoomie zegt in de chat DreamHack 2.0. De mensen van DreamHack zitten hier ook achter. Dat is ook een beetje het idee waarom ik dacht van, DreamHack was cool. Moet dit en dan, cool plak je, dan plakken zij er een hoop sponsors aan of zo, die dan zeg maar gaan reclame maken op jouw stream of zo. Wat halen zij daaruit? Het is die mensen die dit maken, die hebben zeg maar die productiespullen allemaal al liggen. Dit is allemaal een soort van in-house dingetje. Dus hun betalen hier vrij weinig geld aan. En die sponsors, die hebben gewoon producten en giveaways en dat soort dingen allemaal geregeld. Als je bijvoorbeeld kijkt op die website bij Let's Play. Ik zit het nu zelf ook even mee te kijken. Daar zie je dus al die competities staan waar ik het net over had. Zo heb je hier een Ark Dino Bingo. Sims Ark? 4 Baby Rush. Garry's Mod Prop Hunt. Daar kan je dan voor aanmelden. En al die creators die dan onder Bananas vallen, die kunnen daar dan aan meedoen. En dan heb jij content. Het is een soort van manier om een community te vormen. Dat is wat ik denk dat het is. En wat ik ervan heb begrepen dat het is. Ja, wat ik van Zoomie heb begrepen is dat ze een LAN-party van willen maken. Dus we gaan nu van de competitie naar de LAN-party naar... Ja, nou ja, dat kan ook. Dan is het best wel leuk. Maar ja, het is gewoon niet helemaal goed gegaan met de communicatie. En die stream, die is gewoon gelanceerd. En ik was daar helemaal aan het begin. En het ging allemaal fout. En ik het ging me allemaal... Het is gewoon een classic. Ik had gewoon even mezelf moeten inlezen. Wat Bananas is gewoon een groter geheim dan waarom Dr. Disrespect geband is. Die had ik ook op de lijst staan voor deze week. Weten we inmiddels al waarom Dr. Disrespect geband is. Maar volgens mij heeft niemand nog een idee. Bruggetje. Daniel, ik ben de afgelopen tijd alle liveshows aan het terugkijken. En ik moet zeggen, ik ga zo ver terug. En dit onderwerp blijft elke keer voorbij komen. Dat ik denk, wow, ja, maar ja, is het echt al zo lang gaande? Ja, hij is inmiddels al meer dan een jaar geleden geband. En iedereen dacht toch wel dat we nu wel zouden weten waarom die een keer... Ja, waarom? Maar... Blijkbaar niet. Nee. Riep je nog op YouTube of dat ook niet meer? Jawel. Volgens mij gaat het nog wel hard op YouTube zelfs. Oké. Okay. Aan het begin volgde ik hem even, maar op een gegeven moment een beetje verwaarloosd of zo. Maar goed, iemand anders nog iets over het Bananas? Ja, ik vind het jammer dat ik niet helemaal kan begrijpen wat het nou precies is. Maar volgens mij is het dus een stream en het heeft iets met competities te maken en dus ook een LAN-party element. Ik heb het even inmiddels gevraagd. Misschien dat we later in de stream nog even een soort van uitleg krijgen. Want ik kan het blijkbaar niet heel goed over laten brengen. Ja, ik zou het wel tof vinden als het een LAN-party wordt in Ahoy of zo dan. Ahoy was ook gewoon een kwestie van het was corona en hun hadden die locaties. Ze dachten van, nou, laten we gewoon 3 dagen achter elkaar streamen voor de launch van Bananas. Dat was het idee van de stream. Los van dat jij het kan uitleggen of niet, moet het toch gewoon duidelijk zijn wat het is als je een website aanklikt. Ja, absoluut. Ik word hier echt niet wijs van. Daar gaat het ook fout. Daar gaat het ook gewoon fout. Ja. Typische missie, visie, doelstelling mist een beetje. Ik baal ook een beetje dat ik het niet kan uitleggen. Ja, het is... Ja. Ik vind het ook een beetje het raar. Het ziet er wel leuk uit hoor, maar... Die competities, als ik die beschrijvingen lees en zo, het ziet er wel leuk uit. Ze hebben erkende sponsors eraan staan. Maar ik heb bij dit soort dingen altijd zoiets van, oké, wat moeten ze hiervoor terug? Wat is het, zeg maar? Dit soort bedrijven, dit soort organisaties profiteert altijd van kleine streamers die overal maar ja op zeggen. Dus mijn alarmbellen gaan rinkelen als ik zo'n website zie en denk van, ja, en nu? Wat moet je hiervoor terug? Wat is... Jullie worden duidelijk, zeg maar, gebruikt als copies op de website van, kijk, wij zijn betrouwbaar, want wij hebben hun. Maar ik haal het hier niet uit. Nee, maar dat is het ook. Zeg maar, want ik zat er vanmiddag ook een beetje naar te kijken. En toen had ik ook zoiets van, oké, dit ziet er een beetje sketchy uit. Oh, wacht, Joost Rudy. Oké, dan zal het wel goed zijn, weet je wel. Dat is toch wel een beetje hoe mensen denken uiteindelijk. Ja, en ik denk dat ze daarom ook onze hoofden zo groot op die site hebben gezet. Maar ja, daar ga ik nog wel even wat van zeggen, want daar kom ik nu ook achter. Het is gewoon echt één grote flinke woes geweest. En dat baal ik een beetje van. Maar heeft iemand ook buiten Joost dan iets van Bananas gehoord voor dit weekend? Ik hoorde trouwens net wel. Ik sprak net Kenzie, die was daar ook. Die heeft daar ook gestreamd. En die zei dat het best wel leuk was. Dus ik merkte dat. Dat is waarschijnlijk qua stream en zo. Toen ik daar net aan het begin was het heel chaotisch. Maar dat hebben ze wel snel weten te fixen. Compleet unrelated van wat het namelijk al is en niet. Maar... Het enige wat ik heel grappig vond van de Kenzie stream is dat ik volgens mij iemand van de productie schreven. Taalgebruik! Toen dacht ik al, dit vind ik geweldig. Maar wat werd er gezegd dan, waarom taalgebruik? Volgens mij echt iets van fuck of zo. Goeie man. En toen dacht ik echt, ja, dit is goed. Taalgebruik. Maar niet bellen. Oké. Nou ja, goed, we komen er misschien nog wel achter wat het is. In ieder geval, ik zag mensen gezellig aan een gokkast slingeren vanmiddag. Dat was op zich leuk.
De stream was in ieder geval gewoon als launch. Gewoon, launch. Oké. Okay. Ik heb inmiddels wel een berichtje terug nu. Maar ik ben het wel een beetje eens met Lot, hoor. Dat ik wel vaak zoiets heb van, en wat is dan precies die wisselwerking? Want streamers moeten gewoon zelf eigenlijk shinen op hun eigen kanalen. En waarom zou jij je aandacht weer verdelen naar hun kanaal als zij daar dan allemaal sponsoren aan hangen en jij daar niet beter van wordt? Dus het is inderdaad wel de vraag van, what's in it for me? Stel je voor je gaat meedoen aan een stream op hun kanaal of een competitie. Daar staan sponsors op die dus eigenlijk over jouw geld verdienen. Maar jij krijgt die sponsors niet op jouw kanaal. Ja. Dat zou toch echt fucked up zijn. Ja, wat heb je er dan aan, zou je zeggen, toch? Sorry, Joost. Voor beginnende of kleine creators faciliteren zij content en ideeën. Bijvoorbeeld 10 schapen vangen in Minecraft, blablabla. Dat is de website. Onderdeel 2 is een kleinere creators. Een maar wacht even. Hold up. Waarom heb ik ondersteuning nodig bij het vangen van 10 schapen in Minecraft? De hele productie erachter zit, gewoon achter die andere. Ja, pak het schaap! Pak het! Ik heb er nog 2 nodig! Het is als je schapen wilt vangen met anderen. Ik denk dat het meer is. Van, het is een community. Wacht, ik heb de productie in mijn oor! Ik moet nog 3 schapen, jongens! Schapen wilt vangen met anderen. Op zich, ik snap het wel. Ik bedoel, als ik aan zo'n vraag van, wil je Dion streamen? Gaan we 10 schapen vangen in Minecraft? Dat hij zegt, nee. Maar misschien kan die partij wel Don overhalen om met mij 10 schapen te vangen. Je weet het niet. Ik heb helemaal geen zin om schapen te vangen. Ik geef Don ook wel het verkeerde voorbeeld. Ja, dat is wel kut. Je wil alleen maar boot. Kleine creators kunnen ook ideeën pitchen waar ze zelf weinig middelen voor hebben. Dus Bananen wil niks behalve kleine creators laten groeien. En Fanvlog en dergelijke is erbij betrokken voor advies. En maar wat op gebied van sponsoring en social. Wat is hun verdienmodel? Waar verdienen zij dan? Sponsors. De sponsoren pakken. Nou ja, van wat ik heb begrepen is alles wat zij hebben daar is hun eigen ding. Het is een iets maar oprichten nu. Ik zie wel allemaal brands eraan hangen. Ik zie Ministerie van Media en Evenementen, Smash Universe hangt eraan, Playseat, IGN, Logitech, Fanvlog, Ahoy, Immens, Ziva, iedereen hangt er maar aan. Ja, het meeste van wat erop staat is allemaal voor giveaways en locatie en facilitaire dingetjes. Dus microfoons van Blue bijvoorbeeld. Ahoy, die heeft dan een locatie gesponsord, et cetera. Oké. Nou ja, we gaan het wel zien. Als we er nog veel van horen, dan is het in ieder geval dit weekend begonnen. Ik heb hem een paar weken lang geskipt, maar hij is terug. Het Partnerjournaal. Wij mogen feliciteren Sumly90, Rocket Benelux, Nooksie, Joshua Kane, Maiko Beukers en Avital zijn allemaal partner geworden. Lekker! Ja. En dat zijn er steeds meer, hè. Het gaat echt in een rap tempo. Er komen meer partners bij dan ooit. Gaat lekker. Ja. Maar ik denk met heel Behalve Nederland Kenzie. Twitch gaat het lekker. Behalve Kenzie, ja. Maar die kon er wel aan de beurt. Die kon er wel aan de beurt. Nee, maar ik denk met heel Nederland gaat het lekker, toch? Ach, sorry. Afgelopen tijd. Dat doe je hem echt pijn mee, hè? Dat kan hem echt nog steeds gewoon pijn doen. Steekt hem in zijn hart, denk ik. Ja. Echt pijn op, hoor. Het slaat Kenzie, ook nergens op. Je staat hier gewoon op iemand zijn ziel te stampen. Dat is echt niet normaal. No. Dat is hier wel gewend, joh. Zo. Maar nogmaals, iedereen in Nederland gaat lekker, toch? De laatste tijd, denk ik. Dus ja, dat er meer partners uit de lucht schieten, dat spreekt voor zich. Ja. Nou, en nu we het toch, zeg maar, nu het toch gebeurt op dit moment in de chat. Twitch heeft ook een nieuwe feature gelanceerd. Scanderen/chanten. Ik was wel echt heel erg in de war over wat er gebeurde. Ja, ik ook. Ja, oh, leuk. Op knopje. En ik doe gewoon mee. Gewoon op de knop. Ja. Gewoon scanderen. Klik. Ik drukte op het knopje en ik dacht, waarom? What the fuck? Volgens mij is het een beta-test die nog niet overal aanstaat, maar randomly op dit kanaal wel. En mods kunnen een chant starten. En dan krijgt iedereen inderdaad die pop-up van, yo, dit is wat we nu aan het chanten zijn, wil je meedoen? En het is eigenlijk als een soort virtuele wave door een stadion bedoeld. Zo, Leuk. Is wel een leuke manier. Nou, ik had het gisteren bij mij ook. Ik weet niet wat dat is. Het stond bij mij automatisch aan. Ja, dus als je in die beta zit, gaat het vanzelf aan. En het is gewoon / chant en dan gaan. Dat is ook met een leuke manier om luie chatters aan het chatten te krijgen. Dan hoef je ja, soort van, ik heb hem natuurlijk weer niet. Gewoon alleen op enter te drukken en dan... Nee, mag jij niet? Nu wil ik loeren ook. Goh. Iedereen kijkt ook in één keer. Een massieve stilte. Ja, tuurlijk. Ik had het gisteren wel. In één keer deden mijn mods. Wat gebeurt er nou? Die hele chat in één keer dezelfde zin. Maar
Het is schijnbaar nieuw, dus ja. Hey. Als je het hebt, dan heb je het. Als je het hebt, dan heb je het niet. Jij kan het ook niet. Wat? Hoe moet je dit doen? Toch? Platform ook twitchen. Opgelegd. Nou, bij mij werkt het wel, zo te zien. Ik heb zo'n vermoeden dat het werkt. Hier weer. Ja, alleen voor de statistieken is dit wel pogisch. Ja, nee, ja, maar telt het mee voor de... actief, hoor. Active chatters. Maar telt het mee? Ja, ja, dat wel. Dan heb je zo al die VIP-slotjes bij elkaar. Ja, dan kan je gewoon lopen grijnen. Dan kan je, anders kan je sowieso ook wel tracken hoeveel mensen op die chant drukken. Ja. Wat leuk dit. Ik vind het een leuke manier. Het is wel leuk. Je chat actief te houden, krijgen. Wanneer ja. Veel lurkers op gewoon weer even hypen. Maar eigenlijk, dit is volgens mij dus gewoon hoe die nu gaat. Dat is gewoon een normale XQC-chat. Ja. Ja, echt zo. Ik denk wel nog sneller. Ja. Ik vind het wel mooi. Gaan we het de hele show zo doen? Dat jullie langzaam gewoon ja. Zo... Dat jullie voor mij de bruggetjes maken? Want dan kan ik namelijk nu zeggen... XQC is permanent verbannen van roleplay. Het is... Hoi. Hebben jullie dat meegekregen? Hey. Hij was tering slecht, nee. Dus het werd tijd. Ja, ik heb het wel meegekregen, maar ik vind het ook wel kut. Ik bedoel, als ik klaar was met mijn eigen roleplay... dan zet ik toch wel hem op. En dan had ik nog 2 uur lang... lacht ik de bal uit mijn broek. Want wat die gasten uithaalden, dat is goud. Hij is gewoon goud van zichzelf, maar... Natuurlijk kan hij niet roleplayen, maar... Ik heb een fragmentje van Shroud die er wat over zegt. Luister even. GTRP on stream fucking blows. This is boring? No, it's just... It's part of the reason why XQC got permabanned on NoPixel. It's just because everybody... Like, whether XQC did something wrong or didn't, doesn't matter. The main point is, he has so many viewers that everybody's gonna... Everyone's gonna, they're just a bunch of fucking leeches, all of them. And they're just stuck to the person, and they'll do anything and everything to get any form of clout, any form of reaction, and that's just annoying as shit. And I'm assuming XQC got permabanned, finally, because people just pester and pester and pester, and they push and they push and they push. And the XQC is not the kind of person to just remain calm. He's gonna break. Yeah, he's fucked up. They literally push him to his limit, and then he freaks out, and then they expect like what do they expect? Yeah, that's what Shroud erover zegt. Ja, maar Shroud heeft er volgens mij niet naar gekeken, want dat was niet de reden waarom XQC gejoinkt is. Ja, waarom is hij nou uiteindelijk geband? Want hij heeft meer dingen gedaan. Ja, dus ja, maar het is wel zo. Volgens mij is het wel iedere keer zijn het. Tenminste, ik heb het zelf ook niet specifiek gezien. Maar wat ik heb gelezen is dat het iedere keer interacties met de politie zijn. Dus dan. Weet je wel, iedere keer blijft de politie ook op zijn huid zitten. Want die willen allemaal. Willen natuurlijk XQC een keer arresteren. En daardoor wordt hij de hele tijd lastiggevallen door de popo. En dan. Ja. Oh, het zou best wel deel van kunnen zijn. Inderdaad. Omdat hij zo waanzinnig groot is. Dat hij ook gewoon. Andere behandeling krijgt. Maar al kijk je objectief naar zijn roleplay, dan of hij zoekt het grensje op, of hij gaat er gewoon ver uit overheen. En dan ja, moet je gewoon consequent zijn met je regels. Dus wat jou betreft terecht de permaman. Ja. Vorige talkshow. Ja, ik keek toch niet naar hem, dus mij kan het eigenlijk verrotten. Maar ja, van wat ik heb gezien wel. Don is gewoon een beetje salty dat hij niet meer toegelaten. Ja, dat ook. Maar dat ze het eng vonden om hem te bannen of zo? Ja, dat ze dan geschoten zouden worden of zo. Dan bak ze eruit. Oh ja, nee, dat vorige keer ging het erover. Dat ze het eng vonden om hem te reporten op NoPixel. Omdat ze zoiets hadden van, ja, maar luister, dan komen er even 120.000 kijkers op mij af. Is het dan niet met bannen? Nou ja. Het is toch anoniem? Nog erger. Ja. Ja, maar als je anoniem report, dan weet je ook wel weer van... dat chat alsnog naar je toe gaat van, oh, hij was waarschijnlijk. En dan wordt het een witch hunt en... Yeah. Het zou niet echt een reden moeten zijn. Maar ja, sowieso zie je op NoPixel dat... Zeg maar, in Nederland heb je al chats gewoon... die tegen elkaar gaan lopen stoken van... jij bent kut, nee, jij bent kut. Dus moet je nagaan hoe het is op NoPixel met duizenden mensen. Nee, maar in Nederland worden stenen gegooid. Dan komen ze niet bij elkaar in de chat. Nee. Omdat we blijkbaar allemaal op 5 minuten afstand van elkaar zitten. Dus ja. Ja, ik heb XQC ook nooit echt gekeken, bedoel... Ik vraag me echt af hoe dat dan gaat, zeg maar. Of je dan echt zo vraagt, oh, dit is mijn character. En een heel uitgebreid A4'tje vol schrijft. Of gewoon zegt, yo, ik heb 50.000 viewers. Mag ik op NoPixel? En dan zegt, ja hoor. Dus dat zal nee, ik, volgens mij zijn ze er wel redelijk streng in, hoor. Wat ik heb gezien achter de schermen. Je moet sowieso betalen, toch? Als je op NoPixel... Nee, hoeft niet. Je hoeft niet te betalen. Je moet...
Gewoon. Ja, je moet een tering lange lijst invullen, dat is wat je moet doen. Of vriendjes natuurlijk, hè? Of vriendjes van elkaar. Dat gaat ook makkelijk. Maar je hebt die whitelist, betaalde whitelist al. Dan moet je 10 euro en dan moet je eigenlijk nog wel eens een keer aanmelden. Maar het is alsnog. Je hebt, ja. Je hebt twee functies. Of je hebt zeg maar de donator rol. Of je hebt de gewone rol. Alleen de gewone hebben ze dichtgegooid. En nu moet je dus minimaal $15 in de maand betalen. Om dus te kunnen solliciteren daar, zeg maar. Maar nou ja, geld is voor hem geen probleem. Ik zeg hem laatst gewoon 25 ruggen in een online casino smijten. Dus ja, joh. Maar ik vind het ook niet gek dat je €15 moet betalen om daarop te komen, eerlijk gezegd. Nee, fair enough. Nee. Maar ongetwijfeld dat zijn kijkersaantallen wel een rol hebben gespeeld. Ja, dat denk ik wel. Wel met hem, ja. Ik denk ook met Summit en dat soort mensen. Ik denk als je echt de grotere mensen van Twitch wilt hebben, dat ze gewoon zeggen, yo, kom maar. Ja. Yeah. Iemand zegt in de chat, ik vind roleplay wel gevaarlijk. Er heerst echt een roleplay-verslaving. 100%. Hey, dat is altijd al eens geweest, toch? Maar bij jou, Billy. Mensen? Maar ja, mensen die zitten, gaan er veel te diep in. Die nemen shit mee, die gebeurt in die game, buiten de game. En gaan een persoonlijk verhaal voor iemand opbouwen en worden dan boos op elkaar. En af en toe dan kijk ik vanaf de zijlijn af, want ik ga me er eigenlijk niet meer te veel mee te bemoeien. Want ik heb geen zin dat ik er zelf in kom. Maar dan denk bij mij, in wat voor samenleving? Ga gewoon lekker een gamepje met elkaar spelen. Echt, ik begrijp dat niet. Waarom mensen zo boos op elkaar worden omdat zijn pixel gun is kapot. Of zijn ammo is op, of iemand heeft die en die gestolen. Maar ja, af en toe zit je er zelf in en dan maak je het zelf ook mee. Denk je ook, hey Maaike, hoe ging je weekend leek dan? Ja, maar ja, Weekend League is wat anders, bro. Je hebt het in elke game, toch? Ik bedoel, in World of Warcraft, als je met de guild zit, zou je ook wel op een gegeven moment hebben van dat je ruzie krijgt. Of je speelt een potje Counter-Strike met je vrienden. En dan zeg je ook, wat ben je, fuck ben je aan het doen? Dus ja, maar een gamer eigen die het... Ja, maar dit is anders. Want als ik naar jou toe loop met een stem alsof ik een of andere 140-jarige man naspeel. En ik zeg je moeder. En jij wordt vervolgens helemaal lijp op mij. En je begint mij persoonlijk aan te vallen omdat ik heb gezegd je moeder. Dan... Hoor je daar niet thuis, dan ben je gewoon een stukje drie. Dan ga je een Call of Duty lobby in en dan zeg je... Your mama! En dan gaat iemand ook helemaal los, omdat je net over zijn mama... Maar daarom zeg ik erbij, als ik met een stemmetje naar je toe kom lopen... is het overduidelijk bullshit. Ja, maar als ik een Call of Duty lobby roept... Ja, je moeder, dan denk je ook, ja... Boeien. Ja. Ja, denk je ook, dan denk ik boeien. Dan denk jij boeien. Denkt iedereen die denk ik boeien. Maar er zijn personen die zich eigen dan zo erg dusmatig aangevoelen worden... dat ze... Van alles gaan doen. Bakst hem door je uit alles. Je ziet wat er gebeurd is, hè. Mensen tegenwoordig en helemaal om een game. En als het niet naar hun zin gaat, dan worden ze lijp, man. Ik ben een keer aangesproken omdat iemand stinkhoen noemde. Was wel grappig. Ja. Of dat je in roleplay over iemand heen plast of zo. Dat je daarop wordt aangesproken. Ik moest uitleggen waarom ik kuthoed of stinkhoed tegen iemand zei. Ja. Was fokken grappig. Maar zo'n verslaving is niet alleen met schulden en met gezeik na het spelen. Het is ook een beetje dat sommige mensen... er misschien te veel op ingaan dat ze iemand anders kunnen zijn of zo. Ik denk dat dat ook bedoeld wordt als een verslaving. Als je gewoon 24/7 dat doet en helemaal niks meer. Sommige mensen gaan seksuele ervaringen beleven. Ja, onder een waterval. Die gaan gewoon ergens in een pixelbos gaan ze gekke dingen doen. Dan denk je ook bij je eigen, ja. Nou ja, ik weet nog wel uit de tijd dat ik nog RP, daar had je echt inderdaad van die RP-stelletjes. En die lochten dan tegelijk in. En dan gingen ze met z'n tweeën naar de top van een berg waar niemand kwam. En daar brachten ze dan 4 uur met elkaar door. En dan kwamen ze hand in hand zo weer naar beneden. Ja, ja, ja. Slash me, dit zijn de mensen die nooit gestopt zijn met habbo-relaties. Ja. Is het helaas nooit gekomen. Waren diezelfde mensen die dan zo samen in zo'n bed gingen liggen en hem dan draaiden, zodat ze op elkaar lagen in habbo-hotel. WTB en RuneScape. Dat gebeurt al in Nederland, hè. Laat staan in United States of zo, of in Amerika in roleplay. Dat dit al in Nederland gebeurt, hoe gek het daar is van gekkies die dan roleplay spelen en die dan veel te ver in hun in dat verhaal zal gaan. Zal een Amerikaanse Victus zijn? 100%. Ik denk wel 12. Sorry, wat een Amerikaanse wat? Nee, dat kan niet. Victus. Dat is maar één Victus. Victus is een mid-50-jarige man die roleplay speelt. Die begint rond een uur of 8 uur, 9 uur 's avonds. Zijpt zich eigen helemaal klem. En zit dan tot 8 uur 's ochtends zit hij gewoon roleplay te spelen in zijn eentje. Af en toe loopt hij naar een NPC toe en dan gaat hij half uur tegen een NPC aanstaan lullen. Dat soort dingen doet hij. Ja, dat is Victus. Braha okay. Victus. Die man heeft een keer de politie echt gebeld omdat zijn vloer lag scheef. Bewoog. Nee, hè? Ja, was echt goud. Toen kwam de politie aan de... Victus is snel.
Nou, dat is dus GT Roleplay in Nederland. Welkom. Ja, toch. Maar is het nou op NoPixel net zo lijp, denken jullie? Dat daar ook gewoon van die gekkies zitten die er helemaal in opgaan en zo? Ja, tuurlijk. Ja, maar niet zo erg, denk ik, toch? Nee, maar dat zie je niet, omdat meestal wat wij in Nederland ook hebben, we hebben kliekjes. Bijvoorbeeld, je hebt een groepje van 6 en dat groepje van 6, dat is meestal met elkaar en af en toe komt er iemand bij. Heb je ook in Amerika, heb je ook kliekjes, maar je hebt daar, wat is de Q400? Dus er zijn plus nog 128 man in de server, plus nog eens 400 man. Jij kent al die 400 man niet, dus er zitten sowieso wel mensen tussen die echt niet helemaal jovel zijn. Maar ja, dat heb je altijd, toch? Dus dat heb je ook in NoPixel, dat heb je... Heb je in de Tweede Kamer, heb je overal. Maar ja. Van NoPixel naar de Tweede Kamer, ja. Ja, tuurlijk. Bro, is even belangrijk voor mij, bro. Roleplay is mijn leven. Kennen ze elkaar ook allemaal. Ik ga ermee slapen en ik word ermee wakker, man. Dat... Fictus is de Wilders van GTRP. Zeker. King Content is Kuzu. Oké. Voordat dit weer uit de hand loopt... God. Volgende onderwerp. Zullen we het hebben over mijn favoriete onderwerp? We hoeven het er niet heel lang over te hebben, maar toch, ja, ik bedoel, kan niet een week niet gehottubd. Een week niet gehottubd is een week niet geleefd. Ja. Ze hebben inmiddels een week lang hun eigen categorie. Dat is het nieuws van deze week. Oeh. Yes. Die hele categorie is voor 80% gewoon memers, right? Ja, dat is maar degene die echt views trekken in die categorie... Nee. Zo is verbannen, hè? Amarant is echt nu live. Ze staat altijd in mijn aangeraden. Maar ze was verbannen. Het stond gisteren in de titel. Dat ze... Nee, ja, ik vind het echt geweldig dat dit bestaat, hoor. Een hotdog. You're changing into cute bikini, dus... Ik zag laatst een aap die aan het badderen was. Ik denk, ja, dit is nu Disney Twitch. Maar wat nou? Die gast heeft dan automatisch met suppies en zo... dat er automatisch water of automatisch bubbels... Weet je wel, dat is vet. Ja. Dat is goed. Dat is goede content. Maar wat nou? Hij was vet. Als de bikini niet cute blijkt te zijn... kan ik dan ergens een klacht indienen? Of, Nee. Dan moet je even 120 subs gooien... en dan gaan ze switchen van bikini. Oh, dan kan je weer door naar de volgende bikini... die dan misschien wordt werk. Je kan ook proberen te klagen bij Twitch... maar dan zeggen ze... Weet je wat, we maken wel een aparte categorie nee, van deze dan zeggen ze, nee, dan zeggen ze, het is niet... Van wij vallen op vrouwen en dat maakt allemaal niet uit. En het is eigenlijk allemaal jullie schuld, wij doen niks fout. Fuck jullie, kom, we maken een nieuwe categorie aan. Fucking kut Twitch. En ze hebben gelijk ook. Nee, ze hebben helemaal gelijk. Fucking tuurlijk wel. Tering zo met Twitch, man. Het slaat helemaal nergens. Twitch blijft toch... Ja. Kippie zo met. Zo doen. In de Just Jetting sectie zat je sowieso niet zo heel vaak. Dus daar had je niet echt heel veel last van. Maar nu hebben ze een eigen ding. Ik denk dan ook gewoon later nog wel lekker je eigen ding. Als jij met je jetten in een hot tub wil gaan zitten met 30 centimeter liter water. Dan moet je dat gewoon lekker doen. Ja, maar ik vind het ook prima dat ze dat mogen doen. Maar als bijvoorbeeld, ja, maar als iemand anders dan in een heel kort shirtje zit. Of laatst, dan gaan we weer terug naar fucking GTRP. Zijn mensen letterlijk geband omdat er strippers... in RP aan het strippen waren. Die mensen krijgen allemaal een band, terwijl ondertussen fucking Amarant met een natte kut in een bad ligt. Het slaat ook helemaal nergens op. Letterlijk een natte kut. Nou, dat dus niet eens, hè? Want ze zit op een krukje wat net boven de waterlijn. Ja, want anders krijg je een blaasontsteking of zo. Anders is haar cute bikini wordt dan ook natuurlijk nat. Ja, nee, precies. En de blaasontsteking. Ja, dus... Ik vind gewoon de categorie... vind ik gewoon een beetje raar. Want er zijn heel veel van die streamers... die gewoon letterlijk in hun lingerie op bed liggen. Die zitten niet in een hot tub, weet je? Het is voor deze meiden, merk ik bij een heleboel... ook een beetje een kunst om zo ver mogelijk te gaan. Ja, en om echt Twitch te pushen tot het gaatje, pun intended. Ja, maar zegt dat dan, boeit ons niks. Dat vind ik zo bizar. Terwijl ze Het boeit ze wel. Anders gaat ze geen ad revenue weghalen. Want dan worden ze echt wel van achter gepusht om dat te doen. En deze categorie heeft gewoon geen zin. Want als die hot tubs zeg maar genormaliseerd worden... dan gaan ze wel iets anders proberen. Ik had eerder verwacht... Nou, niet verwacht. Ik had liever gezien dat ze iets van een NSFW of zo... categorie gingen maken. Maar daar kunnen ze waarschijnlijk niet meer wegkomen. Nee. Daar gaan ze niet meer wegkomen. Maar dan denk ik, make up your mind. En in plaats van dat je er dan tussenin gaat zitten, ga dan gewoon een beetje double down en zeg van, we willen deze content niet hebben. Of zeg, we willen dit wel hebben. Eén van de twee, maar... Ja, eens. Maar nu is het zo half. Ja. Dat je ook echt een dag nadat die Amarant haar adref was kwijtgeraakt vanwege haar content...
kondigen ze die categorie aan. Dan denk ik, ja, ben je echt niet serieus te nemen. Ja. Maar, ja. Ja, maar Amaranth had nog wel in een tweet gereageerd. Volgens mij was het op de persoonlijke Twitter dat ze zei, ja, ik ga er het beste van maken en ik ga mijn best doen om van deze categorie een succes te maken. Maar dit is wel de doodsteek voor de hot tub streamers, zo bracht zij het. Ze had wel het gevoel alsof dat wel het begin was van dat ze langzaam naar de achtergrond gemoved gaan worden. Nou, prima toch? Dan moet ze ook nu schappen en dat gaat het toch wel in zekere zin. Wat? Geshadowband in zekere zin. Ja, nou gewoon straks niet meer op de frontpage gefeatured worden. Je merkt op sommige accounts al, als je gewoon sorteert op recommended, wat tegenwoordig de standaard manier van sorteren is, dan komt die hele categorie niet eens tevoorschijn, tenzij je helemaal naar beneden scrollt. Oh, daar dus ben ik dus heel erg benieuwd naar. Of ze, ja, want dat weghalen van die ad revenue, dat gebeurde op een gegeven moment op YouTube ook. En dat escaleerde uiteindelijk in dat dus elk YouTube-kanaal eigenlijk een soort onzichtbaar labeltje krijgt van, nou, inmiddels heb je daar volgens mij wel meer inzicht in, maar in eerste instantie begon het met een soort onzichtbaar label van, ten eerste ben jij kindvriendelijk en ten tweede ben jij advertentievriendelijk. Dan kon ik, creators zelf hadden daar eigenlijk geen invloed op dat moment, maar je ads werden gewoon weggehaald. En als ze dat op Twitch ook gaan doen en ze gaan inderdaad die streams niet meer promoten en ze gaan ze allemaal wegstoppen, ja, dan steken ze inderdaad die streams wel onder water. Ik wil wel dat je op Twitch alsnog geld verdient dan. Ik bedoel, zet een vaste achterban van weet ik veel hoeveel duizend kijkers. Die ja, dat wel. Geven en ze gooien dan toch gewoon PG-18 ads op dat soort streamers. Dat, ja. Ik zag ook al wat screenshots voorbij komen uit Amerika, dat er gewoon Trojan ads op zaten en zo. Wat, echt, ja? Ja, maar zoveel van die ads zijn er toch niet, van die 18 plus ads? Kijk, maar ik ben meer benieuwd of ze dan die rare ads, dus ja. Ik ben meer benieuwd of ze dan inderdaad op Twitch niet meer gepromoot worden en zo. Want dat zou wel een duidelijk statement van Twitch zijn van, we willen het eigenlijk niet, maar we willen wel geld aan je verdienen. Ja, maar ze zeggen het toch in die post al eigenlijk van, het is eigenlijk nog wel oké en we willen nog steeds geld aan je verdienen. Dat is wat in die post stond eigenlijk. Nou, de conclusie is van, ze willen gewoon geld verdienen. Ja. Ja, maar is dat erg? Ik weet niet, nee, maar even eerlijk, ik denk niet dat het om geld gaat, hoor. Ik denk dat het meer gaat gewoon om die hele wokeness en dat ze gewoon bang zijn om feministen voor het hoofd te stoten. Ja, ik denk ook nog steeds een combinatie van. Ik denk telkens weer wel iets meer geld, maar ook inderdaad de, oh nee, dan zijn wij de bad guys die zeggen een vrouw mag niet meer hun uiterlijk laten zien in hun seksualiteit. Dan komt de backlash, dan zeggen zij, oh jee, hebben we backlash. Nou ja. Maar er zit ook een regeltjes ding, want in principe doen ze niks verkeerd. Je, als je naar de regels gaat. Jawel, letterlijk. In de regels staat, je mag geen seksuele suggestieve content doen. Ja, nou, maar dat is dus aan het doen. Dat is subjectief. Nee, dat is niet subjectief. Nee, maar dat is niet subjectief. Nee, dat is. Jawel. Okay. Wat jij seksueel nou, ja, nee, maar dat is dus, okay, en dat is dus wat Twitch zegt. Dat is dus wat Twitch zegt. Twitch zegt, ja, het is niet ons probleem dat jij het geil vindt. Ja. Want het is niet geil bedoeld. Jij vindt het geil. Dan kan ik zo meteen porno op mijn stream gaan laten zien. En er was vast wel ergens op deze aardbol iemand want dat, die porno niet seksueel nee, want vindt. Dat, is, dus dan, dat zijn weer seksuele handelingen. En die mogen sowieso niet op Twitch. Ja, ik ben nu even advocaat van de duivel aan het spelen. Ja, maar ik snap wel een beetje mijn punt. Hoor, ik van, snap je punt, maar zij zullen zeggen van, ja, luister, een meisje op het strand die gewoon daar ligt te zonnen, dat is in principe niks seksueels aan. En dat jij dat geil vindt omdat ze daar in bikini ligt, dat is jouw probleem. Dat is eigenlijk de steek van Twitch. Dat is het werk, maar dat is de omgekeerde wereld om te zeggen. Nou ja, aan de andere kant kan je toch ook niet 20 minuten fucking een afstandsbediening aan het zoeken die op de grond ligt terwijl hun reet vol in beeld is. Dan kan je niet zeggen, dat is niet seksueel. Ja, hoe heet het nou? Seksualiserend of geseksualiseerd of ja. Ja, ze zijn maar heel bewust van wat ze aan het doen zijn. Dat maar, is denk ik meer dat is wel waar. Ja. Maar aan de andere kant, als jij over het strand loopt, kan je ook niet tegen vrouwen gaan zeggen van, hey joh, doe even een handdoek om, want ik hoef dit hier niet te zien, weet je wel. Dan zullen vrouwen ook zeggen, hey, luister, je bent op het strand, daar heb je maar mee te dealen. En dat is een maar beetje het verschil tussen een hot tubje in je slaapkamer en op het strand lopen. Nou, dat zei ik vorige week ook. Ik vind het wel een beetje dat vind, kijk, als jij echt op het strand ligt of whatever, dat vind ik wat anders. Maar als je, ja, als je dat bad in jouw woonkamer hebt staan, dan ben je al wel de regels aan het omzeilen wat mij betreft. Ja. En Twitch doet dat. Maar er is toch ook geen twijfel mogelijk over wat het doel is van die streams. Maar dat gaan zij niet zeggen. Nou ja, Amaranth is daar zelfs wel gewoon eerlijk over. Hè? Die zegt gewoon van, joh, luister, je moet altijd een reden hebben om je reet te laten zien, want dat werkt gewoon goed voor de viewers. Ja, ja. Dat, ja, zij oont het. Ja, vind ik wel. Ja, maar ik zou ook zeggen, Amaranth, pak je kwap die je pakken kan op dit moment. Tuurlijk. Mm-hmm. Twitch doet er wat aan. Niet aan. En ik vind het ook lullig voor haar, maar, want precies wat jullie zeggen, zij probeert juist binnen die lijntjes te kleuren. Dus ik denk dat als Twitch tegen Amaranth zou zeggen van, luister, dit mag wel, dit mag niet, dan zou zij zich waarschijnlijk aan die regels houden. Ja. Oh ja, zeker. Dat ze moet wel, want anders wordt ze eraf geknikkerd. Ja. Ga naar even lekker 22.000 subs naar de grootje.
Rustig aan. Maar er zit ook een hele business achter, hoor. Want een heleboel van die meiden die hebben bijvoorbeeld dan van die linktrees en die linken door naar hun OnlyFans. Ja. Dat mag officieel niet, toch? Nee, ja. Want ik weet dan, zeg maar, from the inside. Ik ben dan een heel klein tijdje heb ik OnlyFans gehad. En toen ik daarmee begon, was een van de eerste tips die ik kreeg van dus mede-streamsters in Nederland. Van je moet een zeg maar apart account op Twitter of Instagram gaan maken waar je je OnlyFans op promoot. Want dat Twitter-account of Instagram-account mag je wel promoten op Twitter. Of op Twitch bedoel ik. Dus je werd meteen... ik werd meteen aangeleerd hoe ik het kon omzeilen. En ja. daar rust een business op, hoor. En dat al die meiden, die weten dat wel. En dat zit er ook wel achter. Mag ik vragen? Dat iedereen te aard als persoon eigenlijk gewoon de grens opzoeken. Dat ze gewoon mensen zijn, toch? Denk het ook zal wel. Het blijven. Mag ik vragen waarom je er uiteindelijk weer mee gestopt bent? Ik had er gewoon echt geen tijd meer voor. Kingler begon, die pakte alle fans van haar af. Je kon niet op tegen Wendy. Nee, als ik heel eerlijk ben, en het is misschien een beetje lullig dat ik het zeg, maar op het moment dat... Ik twijfelde al heel erg. Ik ben van OnlyFans naar Patreon geswitcht vanwege de betalingsopties, want OnlyFans heeft alleen maar creditcard. En Patreon heeft PayPal, dus gewoon simpeler. En wij Nederlanders hebben echt niet allemaal creditcards. Maar ik twijfelde een beetje van, ga ik toch weer terug naar OnlyFans? Want het was wel heel populair. En er begon zo'n stigma op te komen. En zeg maar, de content die men van mij verwachtte, dat ging ik niet leveren. Dus op een gegeven moment had ik zoiets van, ik weet niet of ik hier wel mee door moet gaan. En toen zag ik inderdaad King Alert op OnlyFans. Dus toen dacht ik, dit is... Nou, mij niet bellen. Hier aan de top. Dat was wel de druppel, ja. Heb je nog gevraagd om een collab, of niet? Met pijn. Misschien komt Daphne ook nog wel langs. Ja. Die is daar ook een graag geziene gast tegenwoordig. Paul King en Losje en Don. Met z'n allen in OnlyFans. Ik zou betalen, eerlijk. 100%. Ja, toch? Dubbel voor iedereen. Gaat hij me dan weer chanteren? Al die dingen van Paul worden toch gewoon gelekt? Dus waarom zou hij betalen? Ja, klopt. Zo, jeetje. Die poll heeft duidelijke resultaten gehaald. Wat? Is er een poll? Ja. Oh, sorry. Oh. Is er een poll? Is er een poll? Hot Tub Streams weg van Twitch. 86% is het er mee eens. Wie maakt die polls aan? Ik wist niet dat er een poll was. Maar Hot Tub Streams moeten dus weg van Twitch, vinden de kijkers. Nou, bij deze. Even kijken. Oh ja, ik heb wel een hot topic. Met name voor de gamers. En dat is Dream. De zeer populaire Minecraft meneer. Speedrunner. De speedrunner geeft toe. Hij heeft gecheat. Wat een nerd. Lekker voor hem. Eerlijk, dit is echt... Die wordt nu echt gecanceld in de speedrun community. Die mensen zijn zo boos. Het stomme is ook, ik heb daar een keer een video over gekeken. Dream die is dus bij heel erg actief in die hele community. En die heeft een heel betoog online gezet op zijn YouTube kanaal. Over waarom hij niet cheaten. En dat ging echt, dat was echt een video van een uur met allemaal bewijsstukken, bla bla bla. Hij had zelfs bla, toch een Harvard moment... professor ingehuurd? Ja, ja, ja. Hij had een Harvard professor ingehuurd om te zeggen dat het niet mogelijk was. Echt, het was echt bizar hoe ver die gast ging. En uiteindelijk was het dus ook zo dat hij niet gecheat heeft. Maar ja, waarschijnlijk heeft die community hem toch niet met rust gelaten. En nou geeft hij toch toe dat hij het gedaan heeft. My god. Ja, maar die speedrun community is letterlijk. En die zijn echt heel eng. Die gaan zo'n video frame voor frame bekijken. Of er iets wel of niet mogelijk is. Ja, ja, ja. En dat doen ze echt. En als ze dan iets van... Maar deze frame klopt niet, want dan zou je een pixel minder links en top. Dan ga je rechts, dan zeggen ze. Dat was daarbij niet al. Dat was een kansberekening. Ja. Ja, en dat was bijna niet te bewijzen dat hij gecheat had. Dus dan moet echt de guild aan hem hebben gevreten. Het voelt een beetje als de Tour de France met Armstrong. Het is toch grappig dat iemand gaat cheaten in een Minecraft-spelletje. Maar hoe erg is de cheat, Daniel? Daar ben ik wel benieuwd naar. Heeft hij die 10 schapen? Wat hij heeft gedaan, zegt hij. Maar ja, je zal natuurlijk nooit weten of dat de hele waarheid is. Maar hij zegt dat hij de spawn rate onder andere voor pearls omhoog heeft gegooid.
Ja. Oh, ja, zoiets had ik ook gezien, ja. Nou, traden met een villager, of met een villager, met die pigmen in de nether. De kans dat je daar ender pearls van krijgt is 10%, en dat was omhoog gegooid. Daar gingen die memes over. Mm-hmm. Weten we ook naar hoeveel procent in plaats van... Nou, tering veel procent, anders had je dat wereldrecord niet gehaald, denk ik. Nou, iemand zei het letterlijk net in de chat dat de kans echt 0,0001% was dat dat zeg maar in een legit run zou gebeuren. Dus daarmee zou je al kunnen zeggen van oké, hij heeft sowieso gecheat, maar je kunt het niet bewijzen. Nee. Tenzij je zeg maar zijn game files en alles op je PC zou hebben. Daarom hadden ze ook die Harvard guy ingehuurd. Je hebt een procentkans dat het gebeurt, maar het kan wel altijd gewoon gebeuren, weet je. Dat is het ding. Ja. Daarom kun je het ook niet bewijzen. Hij heeft streams gedaan, hè. Dus naar aanleiding van die streams, dan zie je het gewoon zeg maar in zijn rauwe geheel, want dat is hoe je het online gooit. En naar aanleiding van die streams waren zijn eigenlijk kansberekeningen waren zoveel groter dan daadwerkelijke speedrunners. Dus daar was hij al zeg maar verdacht om. En toen gingen mensen daadwerkelijk de cijfers draaien van hoe vaak hij het heeft gedaan en hoe vaak dat goed is gegaan. En toen kwamen ze op een hoog percentage uit. Ja. Zo van zoveel pearls hoor je normaal helemaal niet te vinden. Bewijzen van, volgens mij heb je nog wel meer objecten, maar zoiets had ik. Ik vond de memes wel heel mooi hierom. Er is zo'n guy die doet dan van die video's over dat hij dan de mop is en dan hoe mensen daarop reageren. En dan had hij een video geüpload dat hij de piglin was. En dat Dream kwam aanrennen en Dream gaf hem dan een iron bar. Normaal moet je dus gold traden met zo'n piglin voor. Nou, wat is het voor je pearls? Kom je met een iron bar en zei hij, oh, goed genoeg. En dan stacks aan. Dit heb ik eens gezien. Oh, maar nu snap ik de context, want hij is dus daadwerkelijk gepakt. Maar ik snap ook niet, als je dan helemaal zo diep je gat hebt gegraven en zo zwaar hebt ontkend, waarom blijf je dan niet gewoon ontkennen, toch? Als in, waarom dan nu ineens wel toegeven? Je wordt uiteindelijk exposed door die enge speedrun community. Die zijn gewoon echt heel eng. Misschien was hij het gewoon zat. Hij was het gewoon zat waarschijnlijk. Heeft hij het gewoon misschien toegegeven terwijl het niet zo was? Wat is dat zo? En dat was ook zijn record was destijds gewoon echt heel goed. Maar er zijn nu zoveel mensen die het zoveel sneller en zoveel beter hebben gedaan die legit runs hadden. Dus het slaat ook nergens om op waarom die gecheat heeft. Want hij is een goede speedrunner. Dus ik snap het echt niet. Als je naar zijn YouTube-kanaal kijkt, dan heb hij gewoon gegwapeneerd heeft en gewoon gaat. Denk je dat hij nu ook gewoon stopt? Eerlijk. Ja, nee. Cancel culture is wel rough, man. Ik weet niet of de speedrun community groot genoeg is om 90 miljoen views te kunnen stoppen. Ik denk dat daar wel iets meer voor nodig is. Dus misschien wel, misschien niet. We'll see. Maar Dream, waarom is hij nou echt populair? Hij zit ook met Dream SMP natuurlijk. Hè. Dus hij heeft ook niet alleen maar de speedrunning community achter zich. Dus hij gaat nooit helemaal gecanceld worden. Want waarschijnlijk gaat hij gewoon stoppen met... Maar is die server ook echt van hem? Die Dream SMP? Hij is het hoofdje erachter. Yeah. Ja, oké. En het hoofdje erop letterlijk. Ja. De naam de Joost SMP. Hij is de guy die ook echt DM stuurt naar YouTubers van... Yo, wil je spelen? Dus, ik ga binnenkort een Nederlands SMP even speedrunnen gewoon. Ik zou het doen. En dus dan heb je net gespeedrunnen. Ik zet de open, man. Dan zet ik het online op YouTube. Lekker bed. Hey, ik heb nog wel een soort dilemmaatje. En dat is de vraag, zou je liever nu een huis kopen of de waarde van het huis in Bitcoin? Ja, doe dan maar de waarde. Huis. Ja, de waarde natuurlijk. Ja, maar in Bitcoin. En dan laten we zeggen dat je dan minimaal een jaar vast moet houden. Ja, ik wil Bitcoin. Prima. Doe er maar 2 jaar. Bitcoin is nu lekker goedkoop, jongens. Korting, let's go. Ik weet niet. Ik zou toch voor de veiligheid van een stuk steen kiezen, denk ik. Ja, toch. Ik denk het ook. Ja, ik ook. Ja, maar je zegt je moet hem een jaar vasthouden. Ja. Ja. Nou, ik denk dat dat zou ik niet doen. Ik zou hem dan wel gewoon kopen en op het moment dat hij al een klein beetje omhoog gaat, gelijk alles er weer uittrekken en dan je huis kopen. Ja, gewoon een kleine stijging inderdaad. Ja, gewoon mini stijging. Als jij, wat is het, 5 ton in Bitcoin stopt. En hij gaat met, weet ik veel, 3% of 4% omhoog. Dan heb je al vet veel winst. De huizenmarkt gaat ook omhoog. Ja, maar echt zo hard, ja. Maar dan moet je helemaal een huis verkopen. Dat is veel meer moeite. Veel meer moeite. Maar minder transactiekosten. Een huis ook verhuren, hè? Ja, precies. Je kunt hem verhuren. Het is gewoon passief inkomen. Ja, dat klopt, maar... Ja, maar dan ben je wel een lul. Hoezo? Omdat huisbazen altijd eikels zijn. Maar hoeft niet. Het is gewoon een legit, hoor. Nee, ben je wel de persoon die de huizenmarkt naar de tering helpt? Maar
Bitcoin staat er heel goed voor nu. Ja. Al ja, zeggen de experts wel. Dat is niet in het dilemma, Maris, of hij dan een lul zegt, ja of nee. Dit zijn gewoon... Jawel, dat is onderdeel van het dilemma. Het is gewoon guap. Prins Bernard be like, ja precies. Kijk, je kan het huis krijgen, die verhuren en van dat geld de bitcoin kopen. Oh, nee. Dan heb je bij. Je koopt geen bitcoin. Heb je driedubbele guap, bedoel je? Die het niet snapt. Oké. Okay. Dus, dus toch, de meeste mensen gaan voor het huis of voor de bitcoin? Ik denk dat de mensen gaan... Bitcoin, man. Ik zou voor bitcoin gaan, 100%. Ik denk niet, nou, maar natuurlijk is er laatst een hele gekke daling geweest, maar kom maar door, hè. Alright. Hey, nu we het toch over geld hebben, ik heb een volgende topic. We hadden het heel lang over de hot tub meta, maar er is iets nieuws waar we het de komende maanden over kunnen gaan hebben. Want nu dat de hot tubs hun eigen categorie hebben, moeten we natuurlijk boos worden om iets anders op Twitch. En weten jullie al wat het is waar mensen zich nu boos over willen gaan maken? Nee, maar ik heb wel zin in. Gokken. Nee. Het is inderdaad ding, 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 ding. Gokken. Yes, let's go, Lotte. Goed gegokt. Wat winning. Je kan doorgaan voor de jackpot. Als je nu 2 euro inzet, dan... Fuck, hoe goed zou het zijn als de Amarant gewoon een fucking zwembadje aan het gokken is? Ik geef een suppie, Daniel. Dubbel. Ja. Nou, De Dream in een hot tub gaat speedrunnen. Ja. Nou, we doen wel vanuit die hot tub Minecraft spelen en zo. Dat is best wel... Ja. Zeer, ik voel het. Ja. Maar mensen maken zich zorgen over het gokken. Wicked! Nou, oké, ik zal iets meer achtergrond geven. Ik bedoel, gokken is al lang een ding op Twitch. Er is de slotscategorie die bewust geen plaatje heeft, omdat Twitch toch wil uitstralen van we supporten het niet helemaal. Mm-hmm. Maar nu recentelijk... is eerst Trainwrecks TV begonnen met gokken op stream. Die is weer bevriend met XQC. XQC werd geband van NoPixel en had niks te doen. En is daarom ook gaan gokken. Toen zijn zij ook weer bevriend geraakt met Roshteen. Die sowieso al een van de grootste gokstreamers was. En nu is er een soort gokclubje. Wat samen bizar veel kijkers trekt. En wat steeds groter aan het groeien is. Dus steeds meer van die vrienden zijn aan het gokken. Dus nu doet Andy Milanakis mee en XQC doet mee. En dan zit Trainwrecks nog in die Discord. En ze zitten elkaar allemaal op te hypen om nog meer geld in te zetten. En zo was er gisteren of vanochtend op die stream van Trainwrecks bijna 1 miljoen doorheen gegaan in 6 uur tijd. Shit. Jezus. Ja. How maar het is ook heel veel gesponsord, hè? Normaal. Wat Trainwrecks ja, ze hebben ook allemaal deals met Stake.com en weet ik veel wat allemaal. Dus er zal ook zeker wel wat sponsorgeld. Maar ja, ik bedoel, of het nou gesponsord is of niet, kijkers zien gewoon 1 miljoen voorbij vliegen in 6 uur tijd. Dat is echt insane. Gokken is ook zo verslavend. Ja, ik kan heel verstandig mijn mond gaan houden, maar ik ga er heel goed op. Ik zit wel eens naar XQC te kijken en helemaal als hij aan het gokken is. En dan zit hij toch een partij te blaren achter zijn computer. En ja, dan gaat er 5 ton doorheen. Maar dames en heren, we kijken naar XQC, die maakt dat wel weer terug. Dan denk ik bij mij, wat doen we eigenlijk nou zo moeilijk over? Als Pietje wil gokken en Jan wil gaan voetballen, dan doen we dat toch met z'n allen. Maar ja, ik snap niet dat mensen zich zorgen erom maken, want hun verdienen zoveel. En bijna alles is gesponsord. Kijk, Michael, daar gaan ze niet bekijken. Het gaat niet om hun. Niemand maakt zich zorgen om... Nee, om een ander, want hun zijn natuurlijk dat. Maar ja, maar dat heb je toch met alles... Alles wat je op het internet ziet. Nou ja, luister, je mag toch ook niet meer... Nee, in Nederland niet. Michael, je mag toch ook niet meer roken in televisieseries en zo. In GTST rookten ze vroeger aan de lopende band. En dat gebeurt nu ook niet meer. Om mensen niet dat voorbeeld te geven, toch? Dat is een beetje de discussie, denk ik. Hoe weet je dat? Kijk je GTST? Religieus, avond. Iedere avond. Nina is nog steeds booming. Nee. Ik in mijn bedje liggen en dan lees ik hoe word je in game, meneer. Mooi zo. Sorry, Michael. Nee, maar ik denk niet dat, zeg maar, dat gokken. Tuurlijk kan het mensen beïnvloeden om ook te gaan gokken. Maar ik denk dat je tegenwoordig zoveel verkeerde invloed op je afkomt. Dat ja, dat gokken, ja, dat nu booming is, prima. Maar over een maandje of 2 weken bedoel ik, dan is dat misschien alweer minder. En dan hebben we weer wat anders om op te zeiken. Dus dat is gewoon weer tijdelijk. En dan bedenkt hoe die gasten. Ja, we hebben het ook nog steeds over Dr. Disrespect, dus misschien ook. Ja. Niet. Maar aan de andere kant bedoel. Maar dat is wat anders. Als je wat gokken online, dan moet je toch gewoon, vooral in Amerika, ook je paspoort en al dat soort dingen mee sturen. Dat je 21 plus bent, voordat je mag gokken. In Nederland ook. Volgens mij in Nederland ook.
Als je in Nederland een account aanmaakt, dan moet je eerst zeg maar met je ID moet je eigen laten scannen en echt verifiëren dat jij dat bent. In Nederland gebeurt dat ook gewoon. Hey, maar jongens, zoveel jongens hebben zeg maar dat hun broertje zorgt dat ze al geband worden in het Twitch-chat. Dus die kunnen ook gaan gokken. Die kunnen net zo goed achter die computer kruipen en iemands geld vergokken. Hoe zit het in Nederland met gokstreams dan? Want ik hoor Michael net zeggen dat het wel mag. Maar alles wat ook maar een beetje met gokken te maken heeft, wordt in Nederland verwijderd. Twitch had bijvoorbeeld die gokken met wat is het, bits volgens mij, in de chat, dat je wat kon doen. Die hele functie. Ja, met channel points, ja. Channel points, ja. Dat is helemaal uitgezet. Nou, elke game mag niks meer met loot crates en zo allemaal doen. Dat is allemaal weg. Dus dat is allemaal in de hele EU, toch? Ja, hoe zit dat dan met gamble streams? Want dat valt onder hetzelfde straatje, denk ik dan, toch? Nou ja, in principe mag je in Nederland überhaupt dan niet op Unibet, volgens mij. Nou, het ding is, Unibet mag officieel geen zaken doen met Nederlandse klanten. Dus het is niet zo dat jij als klant strafbaar bent, maar zij mogen zich niet op onze markt richten. En wat zij zeggen is, nou, dat doen we ook niet. En daarom kan je ook niet i-dealen en zo. Zij zeggen, ja, we richten ons helemaal niet op Nederland. Maar ja, wij kunnen er ook niks aan doen dat ze ons weten te vinden. Dat is een beetje hoe zij het nu spelen. Ja, oké. Okay. Ja, dus het is allemaal grijs gebied eigenlijk. Nou ja, Nederland zegt gewoon mag niet in principe. Ik weet dat, volgens mij heb ik dit wel eens eerder verteld. Lex Veldhuis is een grote Nederlandse streamer die pokert in het Engels. En hij is super huge. En ik heb hem wel eens gevraagd van, wil je meedoen aan een talkshow? Toen zei hij, ja, dat lijkt me leuk. Maar ik ben bang dat ik dan zeg maar in dat illegale gebied kom qua gokken promoten in Nederland. En ik wil niet... Shit. Ik wil niet in risico lopen dat ik zeg maar mijn sponsorships of whatever niet meer kan doen. Dus hij... Maar waarom mogen wij dan geen gokken promoten? Dat gebeurt wel. Omdat in Nederland is gokken gemonopoliseerd door de staat, toch? Dus alleen Holland Casino mag dat doen. En dat is een bedrijf van de staat. En als je wil gokken, dan moet je dat daar doen. Ja, die... wie was dat nou? Donnie, die had toch ook dikke problemen gehad met dat hij in die reclame zat en zo. Omdat dat zich dan weer op kinderen zou richten. Koning Toto bedoel je? Ja. Dus nou, ik denk dat we tegenwoordig hebben we gewoon heel veel om op te zeiken. En dat wordt heel veel gedaan. Bijvoorbeeld jij net zo met Donnie. Hij zit in een reclame van Toto, was het toch? Koning Toto? Ja. En dat mensen daar dan op gaan lopen zeiken van... Ja, hij beïnvloedt. Ja, iedereen heeft tegenwoordig wel wat waar we met z'n allen overheen kunnen gaan. En die persoon helemaal kapot lopen maken. Maar ik denk dat dat echt iets is van deze tijd. En ik word er wel een beetje... een beetje droevig van of zo. Dat iedereen... Ja. Welkom in 2021. Moet je toch ook... Ja, maar echt, je toch wel maar afgelopen voorstellen, 2 jaar al hoor. Yeah. Als je als streamer zeg maar sponsors krijgt... die dus van jou als kanaal... of als persoon individueel vinden van... oké, jij hebt invloed... en jij kan onze shit aan andere mensen verkopen. Dan mag je ervan uitgaan... dat mensen dus vinden dat jij dus zodanig... invloed hebt op anderen... dat er dus mensen naar jou kijken... die dat ook willen. En ja, ik zou niet met een gerust hart... kunnen gaan gokken op stream. Tenminste, als ik merk dat mijn publiek dat echt tof vinden... dat ze dat ook gaan doen. Ik weet niet, ik zou dat niet met een gerust hart kunnen doen. Ik kan het dus wel doen, aangezien je toch weet van... ze moeten 18 plus zijn om het überhaupt te gaan doen. Of 21 of 18. Daarom dus van, nou ja... Ja, maar je weet dat dat niet gebeurt. Nee, want je kan ook je stream zetten op 18 plus. Nee, iemand klikt verder. Maar je hebt het echt over gokken zelf. Je kan ook zaadjes planten, ja. En als iemand van 13 wilt gaan gokken, ja, dat gaat hem niet lukken, denk ik. Ja, of hij moet zijn vader vragen. Yo, pap, mag ik 10 euro om te gokken? En als die pa zegt, ja, mag. Ja, dan ben je gewoon een slechte vader. Als je zeg maar als streamer gewoon heel goed kan... Ja, klinkt een beetje lullig om het woord te gebruiken. Maar als je als streamer goed kan indekken... dus kan zeg maar uitdragen door middel van een 18-plus label of wat dan ook... van ik sta er niet achter dat jullie dit ook gaan doen... maar je mag er best naar kijken... dan zou ik wel minder moeite mee hebben. Maar ik heb niet het idee dat veel mensen dat doen. Hoe deed Rick dat destijds? Rick heeft wel standaard in zijn overlay inderdaad het 18-plus... met niet gokken en weet heel ik veel. Bedoel. En hij heeft een command. Nou, hij zei net in de chat dat die invloed wel de reden was waarom hij er niet zoveel meer mee doet. Ik vind dat wel interessant. Maar denk niet want dat hij was wel de grootste volgens mij. Ik bedoel, van mij mag hij nu naar beneden komen en het zelf uitleggen hoor. Dat is geen probleem. Nou, maar twee dingen. Kijk, punt 1 denk ik dat die waarschuwingen doen de meesten sowieso. En dat moet je ook doen, denk ik. Maar punt 2 is natuurlijk wel zo dat ik hoor jullie nu veel zeggen van ja, maar mensen moeten wel 18 zijn en bla bla bla. Maar dan doen we alsof gokken alleen gevaarlijk zou zijn voor kinderen. Ik denk juist dat het voor kinderen helemaal niet zo gevaarlijk is.
Ik denk dat dit meer iets is waar je gewoon... Weet je wel, ik bedoel, we hebben het niet eens over het beschermen van kinderen. We hebben het hier gewoon over het beschermen van volwassenen, toch ook? Ja. Ja, maar als je volwassen bent, ben je... Ja, wat inderdaad wat Kim wil zeggen. Als je volwassen bent, dan ben je toch volwassen. Dan moet je toch eigenlijk op je eigen benen kunnen staan. En dat het dan misschien als influencer zijn en niet helemaal slim is. Ja, dat kan ik begrijpen. Maar dan denk ik ook van ja... Als je zo verslavingsgevoelig bent, dat is gewoon heel kut voor jou. Maar dan moet je gewoon hulp gaan zoeken, toch? Als je zeg maar je bent als volwassene gewoon altijd verantwoordelijk voor je eigen daden. Ja. Je bent als influencer wel een heel klein beetje verantwoordelijk voor hoe kinderen naar je kijken. Dus ik denk dat daar de... Nou, ik denk niet alleen kinderen, toch? Gewoon überhaupt je publiek. Ik denk iedereen, ja. Misschien is het voor sommige mensen ook wel moeilijk om in te beelden dat ze een streamer zien gokken. Een grote streamer. Die jaagt er gewoon inderdaad een paar duizend miljoen misschien wel doorheen. Om dat op zichzelf te reflecteren van, ik heb dat geld helemaal niet. Ja. Als het er zo in zit. Ja, maar des te makkelijker is het denk ik om dan even met €5 in te stappen. En dan eventjes dit. Want in verhouding is het dan zo klein. En ja, dat je dan toch even een paar honderd doorheen jaagt. Ja. Het is wel dezelfde rush, denk ik. Ik bedoel, als je net als je €5 inzet en je wint alsnog big, dan denk je wel, oh, sick! Ja, tuurlijk. Ook als kijker zijnde. Echt wel. Ja, maar ook als je zelf €5 inzet, weet je, ik bedoel... Ja, nee, maar als kijker krijg je uit ervaring krijg je best wel een kick wanneer bijvoorbeeld de streamer waar je naar kijkt die aan het gokken is in één keer fucking veel geld wint. Tuurlijk krijg je dat, maar ik denk dat in Amerika is misschien ook wat voor een XQC of een trainwreck is het allemaal wat makkelijker om het te doen, omdat misschien in Nederland, wij vinden dat allemaal een beetje, ja, we hebben een influencer en we hebben een positie, maar... Wij zijn misschien wat intiemer of misschien wat closer met onze kijkers dan hun. Want als je inderdaad, wat ik weet niet wie er net zei, kijk hoe die chat gaat. Dat is hetzelfde wat bijvoorbeeld een XQC iedere keer hebt. Hij heeft niet echt een band met zijn kijkers. En in Nederland heb je dat wel. Dus dan misschien in Nederland dat mensen dan wat, I don't know, wat meer sneller van je aan zullen nemen dan dat bijvoorbeeld daar gebeurt. Maar ja, ik snap het wel. Ben je meteen een voorbeeldfunctie? Dan zeg ik van, nou, ik zie mezelf niet als voorbeeldfunctie of zo van iemand. Nee, ik ook niet, man. Het gebeurt onbewust wel een beetje, dat is het na-ding een beetje. Als jij gewoon zoveel kijkers hebt, die trekken wel wat van je aan, weet je. Die vinden je cool, omdat wat je zegt en wat je doet. En als jij zegt van, ik vind gokken cool, vinden zij gokken ook cool. Dat is een beetje, dat is denk ik een beetje wat mensen het probleem... Ja. Maar nou, ik heb best wel kutkijkers, want als ik wat anders ga doen en ik zeg, dit is echt vet cool, ga ze allemaal weg. Dus. Die jumpstream was al vet, man. Ja, toch? Wat een goed dat was gewoon een goeie handel. Oh, was kut. Sorry, wat? Ik heb helemaal niet gezien, Don. Ik heb hem nou, wat Kim eens doet, dan streamt hij om 8:00 in de ochtend, want dan is hij nog wakker. En dan komen al die koters natuurlijk, komen in zijn chat. En op dat moment begint pas de echte prime kippensoep content. Want dat zijn de momenten dat hij op Netherlands S&P gaat spelen. Of YouTube-video's gaat kijken. Vandaag keek hij dan iets rondom het jumpstijl. Ja, was top. Sick. Ja, was echt sick. Heel sick. Ja, de prime kippensoepje content om 8:00 ochtends. Dat is wel... Ja, wel echt 8:00 ochtends, ja. Dat is wel waar ik voor zou subscriben. Hey, ik heb nog wel een dingetje. Ik weet niet of jullie dat gezien hebben, maar Amerikaanse streamers vervelen zich ook. En die vinden het ook kut dat er geen TwitchCon is. En heel veel van die mensen wonen allemaal in Austin, Texas. Want dat is een beetje de nieuwe plek voor hippe mensen om te wonen. En het internet is daar vrij goed. Dus dat is ook belangrijk als streamer. En zo hadden Malena en NMP, die wonen bij Sodapoppen in huis. Die hadden gisteren ShitCon 21 georganiseerd. Een soort van, hoe moet ik het uitleggen? Het is een beetje een soort samenkomst waarbij ze gekke spelletjes in de tuin hebben gespeeld. Er is een beetje gezopen, er is een beetje op een springkasteel gesprongen. Ze hadden 2 teams gemaakt met allemaal streamers. Er werd bier gedronken tussen Sodapoppen en XQC. Er werd armpje gedrukt. De Newlywed Game hebben ze ook genomen. De Newlywed Game. Nou, iedereen was erbij. Ik had gezien dat Will Never heel erg naar zijn zin had. Ja, Will was erbij. Hassan, Miskif zien we hier. Hij werkt bij Twitch, ik weet niet meer hoe hij heet. Sodapoppin, NMP, Raj Patel, nou ja, et cetera, et cetera. En uiteindelijk hebben ze dus op die manier in de achtertuin van Sodapoppin ShitCon 21 georganiseerd. Wat leuk, joh. Oké. Dit is wel funny. Ik vind het leuk. Team Blauw tegen Team Rood. Iedereen tering bezopen, wat goed. Ja, hè? Ik vind het wel echt gaaf. Waar kan ik me aanmelden voor de Nederlandse versie? Ja, wie gaat dat doen? Ik ben wel dumb. Als je dit in Nederland doet, dan worden we gekend met z'n allen. Alleen niks voor mij. Ja, we moeten dan wel eerst allemaal gevaccineerd worden. Ja, zij zijn wel allemaal gelukkig gevaccineerd inmiddels. Dat is wel chill, hè? Want dan kan je ook gewoon weer een beetje met z'n allen in het gras rollen en een stormbaan doen en dat soort onzin, ja. Oh. Ik ben welkom in mijn corona-huis, Mara. Dankjewel.
Billy, dit... eet je vis. Ja, mijn vis was koud. Hij gaat hem opwarmen. Wat een gentleman. Cute. Lekker, man. Maar moeten wij ook meer van dat soort dingen organiseren met z'n allen? Gewoon, joh, nee. Kom lekker samen en we gaan wat gek doen. Ik zeg ja, half dat ik mijn huis niet uitkom, maar ik zeg gewoon ja voor jullie. Zo we doen het bij jou. Ja, we doen het bij jou op het plein. Een etentje bij ja, bij Kippie op het plein. Zetten we zo'n stier neer. Zo'n opblaasstier waar je dan op moet blijven zitten. Ja, maar ook met de hele... Ik kan opbouwen vanuit zijn raam, ja toch? Met het hele succes van IRL streaming, denk ik dat het juist superleuk is. Ik zag laatst ook al dat een paar mensen die dan in Nederland S&P bij elkaar in de clan zitten, dat die ook gingen in real life meeten. En daar werd ook een hele stream van gemaakt. En dan denk ik van ja, dat is eigenlijk een beetje dit, alleen dan zonder toernooi. Dus ik zou het gewoon doen, joh, lachen. Zo, laten we banana's het organiseren. Ja, goed idee. Gaan we doen. Kipcon 21. Kipcon. Ik ben down. Ja, Kipcon 21, ja toch? Ik zie het ik denk dat er een moment voor is. De vaccinatie is nog niet helemaal klaar. Gaat alleen maar gezeik opleveren, denk ik. Ja, nee, op dit moment sowieso hier. Nederland is wel moeilijk in dat opzicht, ja. Beter even wachten, denk ik. Zag vandaag nog iemand reageren op een Amerikaans persoon. Maar ja, ik kon echt deze week pas mijn vaccinatie halen. En wij zitten hier zo van... Hoi, Nederland! Man. Brengt ons op de vraag. Iedereen komt nu langzaam aan de beurt met vaccineren. Ga jij ook? Nou, ik ga sowieso. Nee, dat krijg ik altijd, maar kan ik echt niet tegen. Hey, is er iemand die serieus zoiets heeft van ik ga niet? Boeien. We willen vijf. Ja. Voorraad. Zo snel mogelijk. Prik ze daar, prik ze in mijn voorhoofd. Ja hoor. Prikjes. Ik krijg hem woensdag, donderdag. Lekker lot. Oeh, fijn. Nice. Yes. Ik moest hem uitstellen. Oh, zaterdag. Huh? Zaterdag? Zaterdag. Kut. Ik moest hem uitstellen, want ik was ziek. Toen mocht ik niet komen. Rip. En dan moet je weer een test doen natuurlijk, voordat je überhaupt weer mag? Nee. Oh. Ik had geen corona. Ik had al een test gedaan. Maar ik was gewoon ziek. En dan mag je alsnog niet komen. Sad. Sad. Nu die toch net in beeld was. Rick, die was boos geworden op het AD. Want het AD had een artikel geschreven over hoe word ik een streamer. En ik heb dat artikel er hierbij. Ja. En daar staat basically, dit heb je nodig om professioneel Twitch streamer te worden. En dan zeggen ze, joh, je moet een microfoon kopen, je moet een capture card kopen, je moet een webcam kopen, je moet lampen kopen, je moet een greenscreen kopen. Kopen, in ieder geval. Nou echt? Maar je ziet het, je hebt helemaal geen webcam nodig, joh. Je hebt gewoon met mijn telefoon gaan. White make me happy. Hey, hoe kom je erbij? Je hebt helemaal geen webcam nodig. Helemaal niks nodig. Nee, maar wat staat er precies in het... Nou ja, het artikel gaat inderdaad over de gear die alle pro-streamers gebruiken. Maar Rick werd boos. Ja. Die zegt, ik ben een Nederlandse streamer, ik wil graag iets zeggen. Wat een kut artikel. Als ik streamers één tip mag geven, begin gewoon lekker en kijk hoe het bevalt. Ga alsjeblieft niet meteen dure webcams en microfoons kopen. Is zonde van je geld. Precies wat hij zegt. Heel stoep aan streamen. Amen. Heel veel mensen die het proberen en gelijk een capture card kopen. En het streamen toch... Ja. Na een weekje blijkt van, oh, ik krijg geen viewers, want ik stream een week. Dan gooien ze gelijk hun capture card op Marktplaats. Ja, maar heel dus meestal ja, kan je auto's van Marktplaats je capture kopen. Card gewoon van Marktplaats afkopen. Omdat iedereen gelijk te veel inkoopt, maar. Ze streamen dan toch met de capture card omdat ze met de PlayStation zitten, toch? Anders kan je toch gewoon niet streamen omdat als je geen Sowieso, maar... Ja, dus dan dat is een goede investering op als je wilt streamen als je een console hebt. Ja, maar dat is ook zo. Maar wat ik dan grappig vind is dat je vooral in die periode van vorig jaar, begin corona, dat je ook een booming zag in aantal streamers op Twitch, omdat mensen niks te doen hadden. Zag je dus ook een opkoming met de capture cards op Marktplaats, omdat mensen door hadden van... Oh, kut. Dit is niet in één dag gefixt. Kut. Oké, nou, dan verkoop ik dan... Oh, wacht, het is hard werken. Laat maar. Ja, precies. Laat maar zitten. Dit is niks voor... Oh, wacht, je moet je best doen. Dit is niks voor mij. Later. Maar ik snap het ook nog wel. Als je wilt beginnen met streamen, je hebt een console, dan koop je capture card. Nou ja, dat snap ik. Dan heb je een kut microfoon, want is het standaard bij je PlayStation 5 headset. Dan moet je een microfoon kopen. Snap ik ook wel. Het stomme is, je kan gewoon gratis, als je je PlayStation 4 hebt of 5, dan kan je gewoon via de PlayStation streamen. Dat zit gewoon helemaal in die PlayStation gebouwd. Dat is niet zo nooit. Maar om te beginnen is het iets, toch? Als jij per se je PlayStation wilt streamen, dat is het genoeg om te beginnen?
Ja, joh. Nee, maar dat is de stelling ook helemaal niet. Jullie zitten allemaal tyfus boos te worden. Maar er staat, dit heb je nodig om professioneel Twitch streamer te worden. Hij heeft een woordje, woordje gevonden, hoor, die don. Dit artikel is eigenlijk bedoeld voor de mensen die al begonnen zijn met streamen, maar nog niet professioneel zijn verder. En willen upgraden. Dus die 1%, daar is dit artikel voor bedoeld. Maar iets meer gaan we ook echt naar als je een hobby begint, dat je dan het duurste shit koopt. Is het ook in dat artikel dat als je die shit hebt, dat je dan ook een professioneel streamer bent? Of zeggen ze dat dan weer niet? Nou, dat is wel wat ze insinueren. Oeh, dat maakt het wel interessant. Ja. Dan ga ik een partij dingen aanschaffen vanavond. Willen jullie weten. Ik hoop de hele eenboel te leggen. Ondertussen krijgen we van Joost de ultieme les. Hoe eet je nou een tompoes? Holy shit. De onderkant, de bovenkant gaat naar de onderkant. Absoluut. Die plak je eronder en dan ga je zo... Dan kan je hem scoopen zo en dan kan je hem van de midden trekken. En nou heb je gewoon één volledige hap tompoes zonder dat het ding uit elkaar klapt. Ja, weet je wat nog makkelijker is? Met de hand. Op de zij, ja, maar dan haalt hij ook een deel uit elkaar. Nee, dan splek je hem ook. Dan ook nog niet helemaal dit gewoon als een hamburger. Heb je een sloffe tompoes? De handen worden toch al vies. Ja. Dat is wel solid. Dit is gewoon goeie. Nee, oké. Dit is makkelijk, man. Hey, zij gang. Zijn jullie klaar voor een serieus onderwerpje? Oh, god. Ik ben net zo'n poes aan het eten, man. Uh-oh. Want ze gebruiken echt maar niet over kinderen gaat. Oh, shit. Wat zei je, Don? Is het van AD, is het geen ad? Want ze zit echt heel veel Elgato shit. Nee, want dat dacht ik eerst ook. Dat dacht iedereen. Maar daarna gaan ze ook in één keer weer Logitech en Blue promoten. En dan in één keer ook weer andere merken. Dus ze noemen... Laten we wel zijn, Logitech en Blue zijn hetzelfde partijtje. Ja, nee, maar ik bedoel... Maar Elgato en Logitech en Blue natuurlijk niet. Dus... Maar het dus toch wel, als we het erover hebben, zijn het toch prima producten mee te beginnen als je Elgato en Blue en Logitech hebt. Dat zijn toch wel echt... Als je dan toch advies wil geven aan iemand... Nee, maar ik snap wel dat ik zou wel inderdaad iedereen adviseren om eerst eens over een stukje content na te denken voordat je allemaal spullen gaat kopen. Dat ben ik wel eens met Rick in die zin. Ja, maar je moet uiteindelijk wel met iets beginnen. Ik bedoel, niet iedereen heeft een dure PC staan om te gaan streamen. Dus laten we heel eerlijk wezen. Je kan in principe gewoon met een mobiele telefoon beginnen natuurlijk. Ja, maar dan dat als webcam je bijvoorbeeld. Je kan trouwens gewoon EpoCam downloaden. Super dat is webcam. Gratis. En dan heb je je camera of je telefoon als camera. Ja, maar ik ben het tegenwoordig niet meer over eens dat je met niks kan beginnen. Want tegenwoordig heeft elke al wat kleinere streamer heeft enge setups. Ik snap ook niet waar ze eraan... Ik bedoel, sommige mensen hebben een duurdere setup en die zijn 13 dan ik heb. En dan denk ik, hoe dan? Ja, papa, en, mama. Ja, maar die zijn er ondertussen al wel. En daar moet je wel concurreren. En als jij dan gewoon... Op je hele scheren. Ja, maar eerlijk, je kan best een dikke setup maken met gewoon een telefoon en een beetje LED-verlichting. Nou, ik kijk misschien eerst ook met een telefoon. Dat is best wel oké te doen. Nu gaan we opeens uit van dat iedereen in real life streamen wilt zijn. Maar als jij gewoon een beetje game wilt streamen, gaat het toch wel. Zelfs als het om game streamen gaat, dan zou ik zeggen van, doe al, ik weet dat het scuffed is, maar doe dan eerst eens gewoon als je echt niks hebt. Doe eerst eens gewoon een avondje dat mensen over je schouder mee kunnen kijken naar je scherm. En als dat bevalt en je hebt leuke interactie met je chat, dan kan je altijd nog. Dat is fucking grappig. Ja, nee, dan maar niet, dan klikt iedereen toch meteen weg. Ah, weet ik niet, ligt eraan hoe je het doet. Als je het met stijl doet. Nou ja, er zijn heel veel mensen die, weet ik veel hoe lang, nog steeds met één kijker streamen. Dus als je op één stream moet baseren, dat is waar. Dat is niet te doen. Shoutout Rens. Ja, maar ik vind streamen voor, ik vind stream. Voor één kijker of streamen voor 30 kijkers niet vergelijkbaar of zo. Nee, want daar voel jij je toch goed voor, kippensoepje? Als je voor één kijker schiet, dan doe het meestal voor jezelf. Ik maak geen grap. Toen ik begon, dacht ik ook van, wat de fuck kijkt er maar één persoon? Ik ben echt veel grappiger dan dit. Laat maar zitten. Ik ben doorgegaan. Ik heb mijn vrienden gestuurd van, kom even kijken. Zelfs die wouden niet kijken, moet je nagaan hoe kut het was. Maak het wel eens van, als ik de rest van mijn leven voor één streamer of één kijker ga streamen, mij niet bellen. Vriendjes en vriendinnetjes, naar welk land zouden jullie absoluut nooit willen afreizen? Was dit het serieuze onderwerp waar je naartoe wilde? Nee, die komt zo. Dit is even het breakie onderwerp. Even gewoon om, zeg maar... Dat is een heleboel. Je weet toch, als je aan het wijn proeven bent, dat je even een slokje water tussendoor doet, dat is dit, zeg maar. Ja, oké, check. Oh, mooi, dan ga ik pissen. Je komt toch maar eens naar oorlogsgebieden of zo. Waar de oorlog is, lijkt me niet zo chill om even van de zon te genieten. Liefmandje. Lief Noord-Korea, hoef ik ook niet per se heen. Ik wil niet naar Australië. Lijkt me wel vet, hoor. Als toerist ben je, maar je weet wel gewoon dat prima, dat hoor. Ik ben voor beesten en spinnen en alles wat daar losloopt, waar je niet tegen wil komen. Moet je een spin tegen? Dat is toch dik? Nee, het is echt. Als ik een spin in huisje loop, dan word ik al helemaal lijp gaan janken. Dus
Mij niet ja, maar alles daar wil je wel dood maken. Dat kangaroos kun je echt hard slaan, hoor. Ja, daarom. Ik heb laatst even een foto gezien van zo'n kangaroo. Buffed ass kangaroo, ik wou net zeggen. Ja. Die komt, maar die komt ook gewoon, die houdt ook gewoon zijn kop omhoog. Die komt gewoon zo aanzetten. Maar wat moet je dan? Wat moet je dan? Kom op dan. Ik zag laatst dus een plaatje van dat je zo'n kangaroo hoofdje ergens in een meer zo erbovenuit ziet steken. Met dan het bijschrift van ga hier absoluut nooit in, want hij zal je dood maken. Oh, dat het een soort tactiek is van die kangaroo om je dat water in te lokken en om je dan volgens gewoon helemaal de tering in te mappen. Ja, heel Australië zit gewoon vol met van die noobs. Dan krijg je een hoek van een kangaroo. Dat is toch ook een verhaal die ik kan vertellen aan je kleinkinderen. Ja. Nee, dat kan je dus niet meer aan vertellen. Dat is het hele punt. Jawel. Weet je dat filmpje van die guy die zijn hond dan beschermt en gewoon terugslaat? Ja, ja, nee, oké, okay, van ja. Die buff kangaroo, dan denk ik dat je nek niet omdraait. Maar... maar gewoon voor de normale kangaroo, ja. Geef mij maar een visbump, ouwe, dan kan ik dat vertellen. Dat vind ik wel mooi. Ja, maar die zitten dus niet in dat water. Nee. Maar dat zijn fucking getrainde kangaroes. Gewoon een keer een lijst met dieren in Australië. Dieren in het wild in Australië. Geloof me, je wilt er niet meer naartoe. Australië is wel wild, hoor. Maar ik zou er wel gewoon in ieder geval het bewoonde gedeelte lijkt me wel af. Ja. Australië is weet je hoe goed je daar sterren kan kijken? Dat kan gewoon Nederland, hoor. Zonder spinnen. Of zonder die rare beesten. Nou, in Nederland niet zo heel goed. Nee, in Nederland is er veel te veel luchtvervuiling. Dan moet je echt wat moeite doen, wil je het goed kunnen zien, net zoals in Australië. Urk, zegt iemand. Ja, ik zie echt heel veel mensen Urk zeggen in chat. Een Leopoldertje. Oké, kip is terug, het serieuze onderwerp. Vieze Freddy van de jeugd van tegenwoordig, a.k.a. Fieze Fur. Ook wel bekend van zijn kookprogramma Lekker Fred, waar hij leuke gerechten kookt. Die heeft zich gisteren op Instagram uitgesproken dat hij eigenlijk de tekst was volgens mij... Wanneer gaan we deze man weer eens gunnen? En dat ging dan over Bilal Wahib. Oh. Is dat niet een beetje voortvloeiend uit het hele Little Kleine verhaal? 100%. Zeker. Iedereen die vergelijking nu trekt, toch? Ja, want dan is Little Kleine dan gecanceld? Nee, toch? Nee. Nee, zijn platenmaatschappij heeft een beetje... Ze hebben nu allebei weer gezegd van alles is oké. Ja, maar dat is dan waarschijnlijk... Wat heeft Kleine gedaan dan? Kleine die sloeg zijn vriendin bont en blauw. Ja, dat moet je niet doen. Nou, dat weten we. Dat is nog niet bewezen. Nou ja... Allegedly. Allegedly. Meid heeft zelf aangifte gedaan. Zegt een paar dagen later... Nee, alles is goed. Volgens mij heeft ze niet zelf aangifte gedaan. Ik bedoel, ik zit hem niet nou hier te verdedigen. Misschien is er wel degelijk, maar... Het is volgens mij niet helemaal gegaan zoals het in de media is gekomen. Wat ik las uit de media dan, is dat zij huilend de lobby in kwam rennen. En dat de mensen in de lobby die politie hadden gebeld. En die hebben Lil Kleine gearresteerd op straat. En dat was ergens in een land. Somewhere. Ja, op Ibiza was het. Ibiza was dat, ja. Maar er waren wel foto's van die vriendinnen zo geleakt dat ze helemaal bont en blauw was. Ja, die heb ik gezien. Dus, was niet best. Maar je zag ook toen, ik zag die beelden dus, dat Lil Kleine werd gearresteerd. En je zag wel aan zijn manier van, hij was niet helemaal van, waarom word ik gearresteerd? Dat was wel echt van, oké. Ik ga wel mee. Ja, maar ja, goed, wat, ja. Ja. Hij heet Lil Kleine, hoeveel resist kan hij echt poelen, toch? Ja, eens. Maar dat terzijde, hij was dus niet gecanceld. En Bilal was echt gewoon voor de leeuwen geworpen. En waarschijnlijk is Visafeur niet zoiets van, ja, weet je, waarom? Waarom wordt hij zo hard? Ja, maar kinderen die Kleine heeft gecanceld. Klassiek radio, klassiek FM of zo. Ja. Sorry, wat? Ja, ik zag al dat radio... Funix, ja, die hadden gezegd, we draaien hem niet meer. Ja, Funix, ja. Ja. Dus hij wordt wel een beetje... Nou ja, de meeste radiostations draaiden sowieso geen Lil Kleine, dus... Ja. Maar, ja, Bilal was net huiselijk geweld. Super populair natuurlijk. Huiselijk geweld gebeurt ook echt veel meer dan je denkt, hoor. En is echt een probleem wat veel dichter bij mensen ligt. En ik denk, als ik... Ja, het is misschien heel kut dat ik het zeg, maar... Ik denk dat mensen minder moeite hebben met een gast die zijn vriendin in elkaar slaat... dan met een guy die iets met kleine kindertjes doet. Nou, mensen maken er ook kinderen een kinderen liggen gewoon altijd gevoelig. Dat denk ik niet, hoor. Ik denk dat je gewoon letterlijk... Ja, ik weet niet. Ik denk dat je minder eraan kan doen als een vrouw wordt... huiselijk mishandeling is gewoon... Nee, maar... Ja, maar dat, kinderen liggen toch veel gevoeliger dan gewoon volwassen mensen die zelf logisch kunnen nadenken. Ik denk dat heel veel mensen zoiets hebben van, ja, weet je, dat is hun probleem. Het zijn twee volwassenen, dus dat is hun probleem. Dat is gebeurt achter gesloten deuren, zeg maar. Mm-hmm. Want die vrouw kan wel voor zichzelf opkomen, weet je dat idee? Ja,
Terwijl ja, dat natuurlijk helemaal ook dubbel is. Want als zij nu ook zegt bijvoorbeeld, als er nou inderdaad echt iets gebeurd is, maar ze zegt nu van, ja, maar we houden wel van elkaar en onze relatie is geweldig, dan mag je daar echt vraagtekens bij gaan zetten. Maar ja, maar ja, we weten echt niet wat er gebeurd is. Hè. Kijk, ik bedoel, ze houden volgens mij allebei heel erg van hartstikke hard gaan en drugs is niks vreemds in het gezin, Leeuw Kleine. Dus het is natuurlijk ook, ik bedoel, misschien waren ze allebei wel compleet van de pot gerukt en stonden ze dingen naar elkaar te gooien. Hè. Dat weten we ook nog steeds niet. Ik bedoel, yeah. Ik speculeer maar, ja, maar ze kunnen natuurlijk ook inderdaad gewoon een soort gezamenlijke bad trip kunnen hebben gehad, inderdaad. Het was toch ook 4 maanden geleden ook al iets dat er wat naar buiten was geweest over die hond, dat er wel op de tafel lag en dat die hond dacht, hey, lekker man. Zeg maar dat verhaal. Er is altijd wat met Leeuw Kleine en zijn vriendin en dat ze ruzie hebben en dan denk ik bij mij, het zal wel een of andere stunt zijn of zo, want luister, bovendien, het is fucking erg wat er met zijn vrouw is gebeurd, maar eerst is het, want hij had ook wat op Insta gezet van over, en zeg maar die avond van dat het gebeurde, had hij op Insta gepost in zijn story van over, en 20 minuten later, toen was het weer van, ik hou van mijn vrouw, dit, dat, zo. Dit is allemaal gauw hoor, man. En het komt allemaal in het nieuws, en allemaal weer goed, en volgende maand heb je een nieuwe pokoe, ik sla niet, of zoiets, ergens in die trant. Het is allemaal heel makkelijk, man. Schatje, ik hoek je niet meer. Ja. Maar even terug naar Fjör. Wat is er gebeurd dan, Daniel? Wordt Fjör nu gewoon... Een beetje wisselende reactie. Maar hij krijgt natuurlijk heel veel haat over zich heen. Want er zijn heel veel mensen nog steeds die echt vinden... Wat ik overigens niet terecht vind. Maar die vinden dat Bilal een pedo is. En die, en die dat nu aan Freddy ook duidelijk maken. Van ja, wat ben je hier pedo's aan het verdedigen en bla bla bla. Ja, okay. Ik vind dat persoonlijk vrij heftig, want ik ben nog steeds van mening dat wat daar gebeurde met Bilal, dat had eigenlijk niks met pedofilie te maken, want hij wilde, hij wilde geen piemel zien. Zeg maar een keer van hoe leuk hij was. Hij was aan het kutten toch? Ja, dat zeg ik ook niet. Maar ongelooflijk uit de hand. Maar dat staat nergens op. Ik bedoel, hij laat alsnog... Maar zeg je nou oprecht? Maar zeg je nou... Maar ja, maar dat vind ik... De vraag is hier, is het pedo of niet? Nee, ik vind het geen pedo, maar het is wel een tering grote fout. En om nu te zeggen van hij mag al terugkomen, vind ik nergens op slaan. Ja, maar ja, als Leeuw Kleine terug mag komen, dat is een beetje het argument wat mensen nu geven. Van, ja, maar het verschil is tussen... Ja, dat slaat nergens. Leeuw Kleine en zijn vrouw is gebeurd, dat weet je niet. En je weet wel dat Bilal letterlijk op Instagram live, daar is al bewijs voor, heeft gevraagd van, jou laat je pik zien, dat is gebeurd. Dan zou ik nu zeggen van, nou, laat Bilal nog maar even lekker een tijdje op zijn blaren zitten. Een beetje nadenken. Hij zit al best lang op zijn blaren. Ik denk dat Bilal gewoon met een heel goed album moet gaan komen. Dan blaast iedereen omver. Het maakt ook echt helemaal niks uit. Mr. Ronnie Flex, iedereen erop, jongen. Ja, maar... Het maakt helemaal niet uit wat er met een Leeuw Kleine is gebeurd of whatever. Dat maakt niet uit in de situatie van deze guy. Het is een op zichzelf staande zaak. Ik snap niet waarom het met elkaar vergeleken wordt. Nee, het zou ook niet uit moeten maken. Maar het is wel dezelfde platenmaatschappij. En daarom dat mensen die verhalen met elkaar vergelijken. Ja, maar het is ook meer het cancelstukje, denk ik, toch? Van, ja, okay, dat is vooral het cancel vergelijken. Ja, A, die wordt wel gecanceld en B, niet, zeg maar. Dat begrijp ik wel, maar... Ik denk sowieso dat Bilal sowieso nog wel terug kan komen, hoor. Ik weet niet wanneer dat is. En mag terugkomen, vind ik ook zoiets van... Wanneer mag hij terugkomen? Het is letterlijk bewezen. Bilal, dit is gebeurd, 100%. Iedereen weet het. We hebben het kunnen zien. En oké. Okay. En Leeuw Kleine en zijn vrouw slaan verhaaltje. Niemand weet wat daar gebeurd is. Als er daar een filmpje van was gemaakt, was Leeuw Kleine ook gecanceld geweest. Ja, maar het is toch beide is het toch erg... En beide is het zo erg over de scheep dat het... Het enige is, het bewezen, dat andere niet. En dan kan je er vrij weinig aan doen. Nou ja, het ene is waarschijnlijk wel gebeurd, maar wordt nu gewoon weer onder een doofpot gestopt of zo. Van ja, er is niks gebeurd en laten we alsjeblieft weer nieuwe nummers kunnen maken. Weet je, het gevaarlijke van huiselijk geweld is dat. Ja, sowieso, bro. Maar ik ben van mening dat als je zoiets fucked ups doet, dat je gewoon, als je berouw toont, echt berouw, en je laat zien dat je geleerd hebt van je fouten en dat je dat niet weer gaat doen en dat je begrijpt waarom dat zo fucked up was. En een groot deel waarom mensen van die Bilal zeggen van hij moet niet terugkomen, hij moet niet meer op social media, is omdat het een guy met invloed is. En ze willen niet dat een guy die zoiets doet, dat die zijn verdere invloed gaat uitoefenen op kinderen en dergelijke. En dat kan ik helemaal begrijpen. Alleen de enige manier waarop je erachter komt is toch gewoon, ga content maken en je ziet het wel. Want als mensen jou oprecht vinden, dan komt het wel over, weet je. Begin met een verontschuldiging. Begin met weet ik veel wat. En als het overkomt, dan komt het over. En zo niet, dan niet.
En je ziet het internationaal toch ook. Iemand als James Charles, die zich in eerste instantie keihard heeft teruggevochten uit allerlei drama en gewoon echt heel goed bezig is geweest, wordt nu compleet de grond ingestampt omdat hij dus met 16-jarigen aan het seksten was. En hij kan nog zo goed praten, hij kan nog zo goed zijn excuses aanbieden, maar het heeft geen zin, want hij heeft gewoon iets heel erg fucked ups gedaan. Dus het is gewoon, laat mensen dat zelf bepalen. Je hebt toch een publiek, niet voor niks. Het zijn toch de mensen die jou gunnen. Als je gegund wil worden, dan moet je wel wat gaan doen. Ja. Toch? En dat heb je over degene die het doet en die dan zeg maar... Over die Bilal, denk ik. Ja, nee, sowieso. Maar ik geloof dat er ook wel van dingen van het Bilal ook waren, dat hij zeg maar nadat het helemaal een beetje gebeurd was, dat hij dan zeg maar een talkshow over iets zou doen. Of een podcast over pedofilie en et cetera. Maar dat is geloof ik toen ook allemaal gecanceld, want het ging allemaal niet meer door en bla bla bla. Dus ik geloof dat ze die jongen ook vanuit het plaatsmaatschappij misschien managen, wel dachten van oké, we gaan... Je probeert het redeemen, maar dat is ook niet echt gebeurd. Het is ook heel dom dat je eerst gewoon zeg maar... van een 13-jarig jongetje verspreid. Bro, tuurlijk en dan daarna zeg je van... ik doe een podcast over pedofilie. Zeg dan gewoon... ik doe een podcast, doe mijn kant verhaal. Ik ben fucking dom geweest. Grootste fout van mijn leven. Hoe dom was ik? Bla, bla, bla. En dan heeft hij nog een kans om een keer terug te komen. Maar om één keer te zeggen... uncancel hem. Dat is niet hoe het werkt, toch? Nee. Daar gaat het ook niet om in één keer uncancelen. Het gaat er meer om, zeg maar... er zijn wel pogingen geweest vanuit zijn kant om zich eigen... kunnen uitleggen en te kunnen laten zien dat hij niet daadwerkelijk klapperende ijstokken krijgt van 13-jarige kinderen. Maar dat hij wel gewoon een normale gast is en dat wat er toen gebeurd is gewoon een fout was. Alleen dat is niet meer gebeurd. Dus ja, dat we nu niks van hem hebben gehoord een hele lange tijd, ja, dat is begrijpelijk toch. Maar de vraag is, zou je hem überhaupt ooit kunnen uncancelen? Ja, want zeker ik denk dat er altijd mensen zullen blijven die gaan roepen pedo, pedo, pedo. Dat zal die... Tuurlijk. Nooit meer kunnen loslaten. Maar Alma was Rijd maakt nu toch ook al bijna 2 jaar muziek in Amerika en die wordt nog steeds Dolfijn genoemd. Dus ja, dat de dingen die in het verleden doet, blijf je altijd achtervolgen. Maar of die dan niet weer gewoon normaal op de rit kan en misschien niet op hetzelfde niveau als dat hij eerst was voor het hele gebeuren, maar gewoon laat je eigen maar weer eens zien. Laat me zien dat je wel gewoon een normale gast bent en normaal kan functioneren, toch? Denk ik dan. Ja. Denk ik ook. Ja. Ja, wat Lotje zegt, dan laat mensen zelf maar bepalen of ze daarnaar willen kijken of niet. Ja, je doet als influencer toch elke dag dingen die misschien een van je kijkers niet leuk vindt en dan gaan ze weg. Ja, maar dat is toch aan een publiek. Het is aan je publiek om te bepalen. Kijk, ik ga mij niet door bijvoorbeeld een management laten inpraten van oh, dit is eigenlijk een good guy, dus je moet hem leuk vinden. Nee, dat bepaal ik zelf wel. En van als jij terug wil komen, dan gaat het niet om gunnen, het gaat om... doe het en kijk hoe je publiek erop reageert. En als je oprecht bent en je gaat je niet achter je management verschuilen, dan maak je een veel grotere kans dat je trouwe fans hebt die gewoon achter je staan. En of die dat verdient of niet, daar ga ik niet over. Maar dat lijkt me toch meer de manier van hoe dat in een influencerwereldje gaat. Ik denk dat Bilal nog een paar, Bilal nog een paar jaar is gewoon lekker sting moet blijven doen en dan maar moet kijken of hij terug wat komen of niet. Maar ik vind het nu nog te vroeg. Te grote fuck-up gemaakt, ja. Ja, dat vind ik eigenlijk ook weer niet. Maar, ja, dat is een meningsverschil. Ja. Ja. Hoeveel bekende mensen zijn er na zo'n canceling eigenlijk nog teruggekomen, zeg maar? Ik bijvoorbeeld internationaal ken ik dan Logan Paul, weet je wel, die is maar dan het is wel echt... Het is ook een beetje recent, hè, dat cancelen. Eigenlijk, ik bedoel, PewDiePie, Logan Paul, die zijn dan weer teruggekomen. Maar ja, die hadden ook zo'n mazzel dat hun platform zo erg van hunzelf was. Dat kijk, je kan alleen gecanceld worden als je afhankelijk bent, toch? Bijvoorbeeld een Kai van der Ree kon heel makkelijk gecanceld worden, omdat hij alleen maar opdrachtgevers had. Zijn eigen kanaal was niet super bijzonder groot, hè, maar zijn shit deed hij voor BNN en hij deed shit voor 3FM en hij deed shit voor die en voor die. En die konden hem allemaal cancelen. Terwijl PewDiePie, ja, die is gewoon PewDiePie en hij mocht zijn kanaal houden. Ja, ik wil het zeggen. Ja. Ja. Hij was de show wel kwijt. Hij is wel door Disney toe gecanceld, ja. Ja. En door YouTube zelf, ja. Ja, kijk, als YouTube had gezegd, joh, we breken echt met PewDiePie en we permabannen zijn kanaal, ja, dan was het wel anders afgelopen met hem, denk ik. Denk het ook. Maar de meeste mensen komen er wel van terug, maar het ligt ook een beetje wat er gedaan is. Zoals in Amerika, ik volg dan die beauty community een klein beetje, en er was op een gegeven moment een gigantisch drama binnen zo'n vriendenclub, waarbij ze op een gegeven moment allemaal apology video's gingen maken. En een daarvan was dat meisje Laura Lee. En die ging ontzettend fake lopen huilen op haar video. Hysterisch dramatisch doen. Die werd compleet de grond ingecanceld. Maar die is nou gewoon lekker bezig.
En die krijgt gewoon hordes met sponsoren, kijkt goede views op de video's. Die is gewoon net zoals voorheen, gewoon lekker bezig. Ja, ik denk dat het er wel een beetje aan ligt wat je doet. Dat denk ik. Ja, wat je eraan doet om terug te komen. Dat ook. Hoe erg zit je daarmee dat het is gebeurd? Hoe meer aandacht je daaraan besteedt. Kijk, gewoon een normale apology als je iets kuts gedaan hebt. Dat lijkt me logisch. Maar ja, al je video's en al je content eraan wijden, dat heeft ook geen zin. Zelfs met Dr. Dispectors is vreemd gegaan. Die heeft kunnen overleven. Zo'n vlogfamilie. Een van de eerste, die Shea Carlson of zo. Ja, die is wel helemaal verneukt omdat hij een keer vreemd ging. En die vlogs zijn gewoon, ik weet niet of ze gestopt zijn of niet, maar die is helemaal gecanceld. En iemand anders gaat vreemd en iedereen zegt, ah, kan gebeuren. Het is maar een beetje hoe het publiek op je reageert, zoals wat Lotje eigenlijk zegt. Ja. Maar ja, pak Bilal. Het is denk... Nee, ik vind wel echt dat mensen veel te hard zijn. En jij ook, Kippie. Als in, ik bedoel, het is al zo lang geleden. En wat is er nou eigenlijk gebeurd? Ja, niet zo lang geleden, toch? Het is echt, hoe lang is het? Niet eens een jaar, denk ik. Ja. 2 maanden of zo. Jij vindt dat iemand... Nou ja, oké. Okay, maar ja, dan gaan we weer... We kunnen hier jaren over discussiëren. Ik vind echt niet dat iemand om één mislukte grap gelijk alles moet kwijtraken. Een mislukte grap, prima. Maar als het een resultaat is van een 13-jarig piemeltje in beeld, dan is het inderdaad een zwaar mislukte grap. En dan toedels tot over een paar jaar. Ja. Nou ja, je moet er wel vanuit gaan dat als zo'n guy weer terugkomt en content gaat maken, dat er een heleboel kijkers zijn die daar kritiek op gaan leveren. Daar moet je denk ik maar gewoon aan wennen. Dan moet je als creator en als persoon zijnde waarom het om gaat, moet je er maar gewoon aan wennen inderdaad. Maar als jij echt daadwerkelijk de ambitie hebt om echt terug te komen naar zo'n tegenslag, en je gaat er echt aan werken, dan hebben mensen dat heel gauw door. Mm-hmm. Ik bedoel, als jij gewoon echt jezelf laat zien, en komt vast wel goed. Want hij heeft talent. Je kan zeggen wat je wil. Hij heeft talent om piemels te toveren, maar hij kan ook zingen en hij kan ook acteren. Dus de jongen die... Het is zeg maar niet dat hij niks kan of zoiets. Snap je wat ik bedoel? Dus ja. Gewoon lekker wachten. 2 maandjes. Nieuw pokoe. Nieuw nummer. Iedereen weer zomer. Bloesje aan. En dat is een boef van sorry rap maken. Ja, lekker met... Ja joh. Het gewoon lekker met kinderen op schoolplein. Lekker een nieuwe clip maken. Ja. Lekker. Tuurlijk. Stage lopen bij groep 5. Ja, toch. Ik wil nog wel even terugkomen op iets waar we het vorige week al over hadden. Maar toen was de hoofdpersoon er niet bij. Lotje, je had een tweet de wereld ingeslingerd over normaliseer geen kinderen willen hebben. Of weet je er niet nog een keer over? Ja, want ik dacht, nu ben je er. Nee, is goed hoor, is goed. Nou ja, het viel mij op dat we hadden er toen een gesprek over zonder dat jij erbij was. Maar je had een tweet geplaatst, vrij relaxed. Gewoon van, joh, doe alsjeblieft, maak het gewoon normaal als mensen geen kinderen willen. Mm. En mensen werden lijp. Ja, en ik was, toen ik zag dat jullie het erover gingen hadden, want ik keek je talkshow terug, was ik echt, want ik had zo de reactie op die tweet niet verwacht, dat ik ook zo bang was voor jullie reactie op stream. Maar jullie waren zo lief allemaal, dat ik daar echt gewoon met vochtige oogjes zat. Je dacht meteen, fuck, je wilde kinderen. Zo lief. Dat was gewoon, hoe Billy voor me opkwam, echt, nemen kinderen. Nee, ik was... kijk, Don en ik krijgen die vraag heel vaak. En niet alleen als influencers, maar ik krijg het ook gewoon in mijn dagelijks leven echt van familie, van vrienden. Het is een standaard vraag. Het is niet van, wil je kinderen? Maar wanneer begin je aan kinderen? Wanneer ga je kinderen krijgen? Wanneer is het wordt wel tijd voor de volgende stap. Je klokje begint wel te tikken, hè? Ja, je bent al bijna 30, bla bla bla. En ook over Don. Van ja, Don is al 30. Hij begint oud te worden. Je moet er nu aan beginnen. En het is zo inderdaad traditioneel. Het is zo ouderwets, die manier van denken. Dat het enige wat ik wilde bereiken met die tweet was eigenlijk gewoon aan mijn volgers een beetje ventileren van, joh, normaliseer het hebben van geen kinderen. Gewoon normaliseer. Neemt het normaal maken van net zo normaal als het wel nemen van. That's it. Mm. Als ik zeg, nee, ik wil geen kinderen, dan moet dat genoeg antwoord zijn. Dan hoef ik jou niet mijn anatomie uit te leggen en hele persoonlijke redenen te geven die ik dus uiteindelijk wel gepost heb, omdat ik er zo gek van werd, waarom ik geen kinderen wil of kan krijgen. Dat gaat niemand wat aan.
Nou ja, dat zag was ook op Instagram, had jij wel DM's gedeeld met antwoorden erop of zo? Mm-hmm. Ik ben daar wel echt van geschokt, zeg. Wat er allemaal werd gedeeld. Yeah. Ja, je werd echt toegesproken als een soort levende couveuse. Dat was echt niet normaal. Echt, ga godverdomme je plicht vervullen. Je moet broeden, vrouw. Ja. Ja, maar dat was echt hoe mensen tegen je praten, toch? 200 jaar eerder leven. Ja. Bizar, eigenlijk. Ik schrok daar echt van. En Donnie zei ook dat hij ervan geschrokken was. Want ik ben altijd wel gewend van, ach, als ik iets Twitter wat enigszins controversieel is, dan krijg je er wel gezeik op. Maar dit had ik echt niet. Ik had het echt niet verwacht dat het zo erg zou zijn. Nee. Maar even om te vragen. Bedoel, als je nog steeds van je zegt van je omgeving, dus ook van je eigen familie, dat ze het vragen aan je. Van wanneer Oké, ten eerste, mijn ouders zijn echt fantastische mensen, hoor. Maar mijn moeder die heeft heel lang wel de instelling gehad van, wacht maar tot je wat ouder bent. Ah, nee, dat komt nog wel. Straks ga je eierstokken rammelen. Dat komt nog wel. En dan heb ik echt heel lang heb ik die druk op mijn schouders gevoeld van, oké, het gaat nog. Het moet wel gaan komen. Want wat gebeurt er als het niet komt? Ben ik dan als vrouw fout gebouwd of zo? Is er dan iets mis met mij dat ik dat niet wil? En daar kon zij niks aan doen. Maar dat gevoel heeft het me wel heel lang gegeven. Heb je nu wel kunnen vertellen aan jouw mam? Oh, zeker. Maar mij niet bellen. Zeker. En ze staat ook helemaal achter me. En ze begrijpt het ook helemaal. Maar ja, zeker toen ik iets jonger was, kon ik daar echt niet eerlijk over zijn naar iedereen. Yo. Ik vind dat wel het fijnste als het gewoon, zeg maar, je familie om je heen, vrienden zo, die zeggen van, oké, het is goed. Zeker wel. Dus jij wil oma worden? Mij niet bellen. Mij niet bellen. Succes. Mij niet bellen. Dan moet je nog een kind maken. Veel plezier. Later. Ja, god. Bye bye. Maar nee, ja, ik merk het ook wel. Ik ben al een tijdje gesubscribed op de subreddit Child Free. Wat er echt precies hierover gaat. Weet je wel, mensen die er bewust voor kiezen om geen kinderen te nemen. En daar komt dit ook heel vaak terug. Dat mensen zich echt zwaar moeten excuseren om om iets voor elkaar, weet je wel, om gewoon eerlijk te zeggen, joh, ik wil geen kinderen. En dan moeten ze daar tegenover hun moeders en tantes en zo in drie fouten een excuus voor indienen, zeg maar. Ja. Ja. Nou ja, in ieder geval blij dat je het gevoel hebt dat je toch een beetje ingesteund wordt. En ik denk dat dit ook iets is wat de komende jaren sowieso normaler gaat worden, om niet per se 600 van die koters over de vloer te willen. Ik hoop het wel. Ik hoop het wel. Ik ben er wel achter dat ik me iets te veel aantrek van, zeg maar, wat vreemder ervan denken. Want op een of andere manier, ja, heb ik me dat wel aangetrokken tijdens die hele discussie. Maar na de hand had ik echt zoiets van, ja, aan het eind van de dag, wat boeit het nou echt of ik in mijn leven geen kinderen neem en mijn buurman wel? Want onze populatie gaat niet ineens naar beneden. Ik voel me vereerd dat iedereen zo graag wil dat ik me voortplant. Maar nee, dat gaat echt niet uitmaken. Ik ben benieuwd naar die Guardian comments. Ja, maar het is evolutie en het moet. Zo. Ja. Ik weet niet hoe het eruit ziet, zeg maar. Ik heb het gezien, Pik, en daar word je niet vrolijk van. Of niet vrolijk. Jezus Christus, wat een probleem heeft hij. Hij zou gewoon zo'n kinderdroom op jou dat probleem. Wat ik niet kan, dat moet jij maar doen. Nee, maar ook, zeg maar, de reacties die ik zag op die tweet, dacht ik echt van, waar de fuck zijn we mee bezig? En wat ben jij voor zielig persoon om dat over een ander levend organisme te zeggen? Dat die persoon defect is omdat diegene geen kinderen wil. Kijk, dat je niet dezelfde mening hebt als een ander, dat kan ik begrijpen. Dat je dat uit kan ik ook begrijpen. Maar dat je daadwerkelijk dan die persoon, omdat je niet dezelfde mening deelt, zulke termen gaat noemen, dan ben je voor mij echt lager dan het lager. Minder dan het vuil onder je schoenen. Precies, ja, dat, ik, ja. Ik zie nu ook al er in de chat, wat wil Don? En daar werd ik ook helemaal gek van. Dat mensen aan mij gaan vragen van, ja, maar wat ja, wil Don? Ja, Don, want het is aan jou om over Lotje te beslissen. Ja. Maar kies gewoon wat je wilt, ja of nee, nu. Zeg jij bepaalt voor haar. Ja. Jouw mening is belangrijk. Ja. Nee, maar dat jij is bent wat je nu zegt. Jij mag bepalen of je er een kind in schiet of niet. Lotje heeft niets te vertellen. Maak een kind. Wees een familievlogger. Nu zeggen. Maar het is ook gewoon echt van, dan is Lot aan het woord, weet je. En dan is het van, zo, ja, maar wat vindt Don? Alsof mijn mening ineens verschilt. Nee, ze praat nu, zeg maar, voor ons beiden. Dat is vreemd, chat. Gedraag je even niet zo vreemd. Hey, maar Billy, wil jij kinderen? Nee. Wat? Wil jij kinderen? Ik wil geen kinderen. Ik heb wel kinderen gewild. maar toen kreeg je met Rick, toen dacht je beter niet.
Nee, wel ook in de periode met Rick. Maar meer met... pas als de zorg iets verder is. Want ik wil niet per se over die details treden. Stel dat het beter is waardoor ik gezonde kinderen op de wereld kan zetten. Dan wil ik wel kinderen. Maar met alles wat er nu speelt in mijn DNA. En ik dat overgeef aan mijn kinderen. Mij niet bellen. Michael, hè, kinderen? Mm-hmm. Lekker man. Joost. Ja, man. Heel leuk. Voetbal elftal. FC Beukers. En Marius? Zeker weten, jongen. Eredivisie. Ik, 20 jaar, dames en heren. Staan we er. Mooi. Oh, is dat wij? Nee, als... als ik het... Ja, in principe, ik wil zelf wel kinderen. Alleen als mensen zeggen... Marius, kinderen, dat komt niet goed. Ik droom ook elke maand wel een keer dat ik dan een baby heb... en dat ik hem vergeet eten te geven en zo. En dat die dan gered wordt door mijn moeder. En dan app ik mijn moeder van... Mam, je hebt weer mijn baby gered. En... Yo, dat is ook bij Michael gebeurd. En kijk maar die eigenlijk. Dit maakt niet uit. Broeie. Mijn moeder was altijd aanwezig. Aight. Maar wil jij kinderen, Kip? Misschien ooit. Ja, misschien ooit. Ik bedoel, op een gegeven moment heb je ook een einddatum, hè? Van wanneer wanneer het slim, verstandig is om kinderen te krijgen. Ik bedoel, als je op een gegeven moment 45 bent, lijkt het me, denk ik, als ouder ook rot zijnde om dan zeg maar een kind van 16 te hebben en jij begint allemaal mankementen te krijgen aan je lichaam en zo. Dus ik denk ook dat het wel slim is om dat vroeg te doen. Maar het maakt niet uit, toch? Ik denk dat het heel veel uitmaakt, nee. Nee, maar, niet zozeer zeg maar je lichaam, maar gewoon voor jezelf. Ik bedoel, het lijkt mij heel kut te zijn om 55 te zijn, dan pas een nieuw kind te krijgen. Wanneer dat kind 16, 17 is, zit ik al tegen de 70 aan, wat dan ook. Zeg maar, dat je gewoon een oude ouder bent, dat lijkt me ook kut. Dus ik vind wel dat ik er op tijd bij moet zijn. Wat vind je op tijd dan, Michael? Wat is voor jou op tijd? Voor welke leeftijd zou het dan voor jou moeten zijn? Met over 12? Nee, ik denk als ik 26 ben, 27 of zo. Ja. Dat is al vroeger. Ja, ik dacht dat vroeger ook, alleen... Mijn moeder was 21 toen ze... Ja, mijn ook. Ik kom uit een hele streng van tienermoeders. Dus ik heb mijn oma's moeder nog... Ik heb nu al de ketting verbroken, maar ze vorig jaar overleden. Ja. Link, keep up. Waar ben je op dit moment? Die stress op linkse schouders ineens. Maar voel je dan ook die druk? Maar ik wil ook tienermoeder worden, ja? Nee. Respecteer haar mening. Tradities. Nee, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb die druk dan niet heel erg. Maar het is volgens mij ook mijn... Het was ook voornamelijk, ja, mijn oma is soort van niet helemaal... was ook niet helemaal de bedoeling dat zij zwanger werd als zo vroeg van mijn moeder wel. Maar de twee generaties daarvoor was eerder... ongelukje, snel trouwen. Yeah. Snel trouwen. Ja, mijn snel oma trouwen. Is echt binnen een paar maanden getrouwd omdat ze zwanger was. Is trouwen nog van deze tijd eigenlijk? Nee, joh. Nee. Tuurlijk wel. Puur administratief gezien wel, maar... Leuk! Leuk! Ja, het is leuk, maar het is ons hoofd gaan denken van, fuck! Sociale verplichting, toch? Nou ja, niet per se sociaal. Als ik kijk naar mijn vriendinnen, zijn twee van mijn vriendinnen hebben een geregistreerd partnerschap moeten doen, omdat het anders niet handig was om huis te kopen. Dus zijn eigenlijk geforst om dat te doen. Geen bruiloft gehad of iets dergelijks, maar dat wel gedaan. Mijn pa is ook laatst getrouwd, echt precies om die reden. Zo van, ja, is gewoon easy money, gewoon op de maandagochtend trouwen. Maar ja, dus mijn vriendinnen konden ook niet anders, want anders konden ze geen huis kopen. Maar trouwen levert geld op? Ja, dat is wel een hypotheek. Bij mij niet, hoor. Nee. Hé, Lotte, ik ben wel bruidsmeisje. Ik heb gewoon zoiets van, als je een feestje wil geven, geef lekker een feestje. Ja, dan moet er meteen een ring uitgedeeld worden. Ik ben gewoon zo bang dat als je helemaal zo'n contract hebt en je zegt tegen elkaar, oké, we blijven altijd trouwen en bla bla, dat je dan zeg maar, dat je dan juist... Dat je zondag wakker wordt en denkt, joh, ik wil echt iemand anders neuken. Dit moet ik echt niet hebben, ja, precies. Ja. Mijn vriendin maakt hele verdrietige geluidjes hier naast me. Sad girlfriend noises. Oh. Sad girlfriend noises. Ja, we hebben hier al heel veel discussies over gehad. Die ga je meer horen als je gaat trouwen, hè, dus. Ja. Ik krijg ook dagelijks foto's van ringen doorgestuurd van... Welke sad wife noises. Dagelijks foto's van kindjes. Nicky is heel traditioneel, hè, Nick? Maar Joost, wanneer komen die kindjes daar dan? Ja... Precies. Als het aan die dame ligt eergisteren, maar mij niet bellen. Nee, ja, ik zou het wel willen op een gegeven moment, maar dus ik voel me daar niet voor op de beste plek nu. Ik ben nu 25. Ik heb zoiets van, mocht ik de 30 gaan naderen, dan kan ik er wel een gesprek over voeren, maar please, niet nu. Ah, geloof mij, dat denk je dan ook niet, hoor.
Ja. Als je 25 bent, ja, ik wacht tot ik 30 ben. En dan ben je 30 en denk je, ah, ik wacht tot ik 25 ben. Ik voel me ook wel veel te joch, maar mentaal voel je altijd joch. Ik weet niet of dat ooit stopt. Nee. Iedereen in chat zegt dat Joost 40 lijkt. Dat is echt gemeen, chat. Doe lief. Dat is gewoon echt niet zo. Maar ik hoorde al toen ik 12 was dat ik 18 leek. Dus dit hoor ik mijn hele leven al. Ik ben niet anders. Ja, maar je bent ook wel heel lang. Dat heeft er waarschijnlijk ook mee te maken. Maar dat zie je niet op camera. Joost. Het enige wat ze nu zien is mijn teruglopende haarlijn en mijn rimpels op mijn voorhoofd. Ah, boomer. Oh. Even in chat. Doe op zo'n chant Joost, F. Snel doe op zo'n chant maken. F. Maar ik vind het zo bizar. Ik zou ook niet eens denken dat de verantwoordelijkheid kan nemen of zo. Daar ben ik bang voor. Nee. Gewoon of voor trouwen of voor kinderen. Dat ik van sommige mensen dat er 23ste gewoon al van ja, en ik neem hem, zorg ze voor, een huisje, boompje, beestje. Helemaal geweldig. En ik zit echt te denken van dan zie ik mijn kind al gewoon in zo'n box. Yeah. En dan denk ik. Weet je, heel veel mensen die verwachten het nu van mij, want ik woon nu. Afmaken of haar de fles geven. Ja, dan Counter-Strike is toch wel aanlokkelijk. Ja, maar dan gaat toch ook een knop om, denk je niet? Ja, op dat moment wel hoor, denk ik. Ja, wel moeten. Voor mij en mijn vriendin is het een soort van logisch volgende, want we wonen nu al samen, we hebben een huisdier. Jullie hebben al huisje, boompje, beestje. We hebben huisje, boompje, beestje. Ik heb gewoon een redelijk succesvolle carrière, dus waarom niet? Dat is een beetje, dat is wat Lotte ook al zei. Het wordt verwacht, hè. Je hebt alles, nu nog een kind. Ik ben heel ondernemend. Ik heb juist helemaal niet alles. Ik wil juist veel meer bereiken. Ik wil gewoon dingen doen. Laat maar lekker dingen doen. Ja, en dan zie maar ik zo'n de content baby's zijn bijna op. Er moet even een nieuwe content baby. Zo, volgens mij was het. Wat een morrog, Masje. Ja, maar test even is bijna aan het bevallen. We moeten nieuwe bij. Nou, jij doet me denken aan dat verhaal waar we het vorige week of twee weken geleden over hadden. Van die Amerikaanse influencer die dus een kind wilde adopteren uit Thailand. Of Vietnam. En er toen achter kwam dat zij een policy hebben van ja, dan mag je een jaar lang niet over dat kind vloggen. En dat ze toen zoiets hadden. Nou, laat maar dan. Dan hoeven we hem niet. Ja, daar het verhaal. Och, toen je het daarover had, toen had ik ook net. Want ik heb wel eens gehoord dat we in dat soort landen ook wel eens, zeg maar, kinderen ontvoeren. Ik had een beetje het gevoel alsof die regel misschien daar ook wel mee te maken kon hebben. Van dat je dan, omdat ze kinderen ontvoeren uit hun gezin en hem dan verkopen, dat je hem daarom niet op social media mag posten. Dat je dan niet meer op de baby lijkt. Ik kreeg die vibes daarvan. Oh, omdat ze bang zijn dat ze die baby op marktplaats zetten of zo. Nee. Meer als in dat je een kind, ja, dat verkoopt in het buitenland. En dan zeg je, voor een jaar mag je er even geen foto's van plaatsen. Want misschien herkennen de ouders dan hun kind. Mm. Oh, weer op die fiets. Oh, shit. Nou, en niet alleen dat ook. Van die, dat soort verhalen wel eens gehoord. Dus ken je dat verhaal van die vloggers die een kind hadden geadopteerd uit China, was het volgens mij. En dat kind bleek autisme te hebben. En toen hebben ze hem na 2 jaar of zo, hebben ze hem gewoon weer teruggestuurd. Nee, joh. Wat? Wow. Maar voor hoeveel verkoopt zo'n kind? Wow. Hoeveel levert het op? Goed. Ik wil even een klein dingetje, jongens. We hadden het aan het begin van deze talkshow hadden we het over dat bananas.gg. En toen probeerde Joost het uit te leggen, maar die kwam daar niet helemaal uit. En toen liet hij al een paar keer Jerry vallen. En nou heeft Joost even contact gehad met Jerry. En hallo Jerry, goedenavond. Hey. Hey. Hallo. Als jij ook even je cameraatje aan kan zetten, dan ook gewoon. Wat kunnen we er even bij houden. Iemand gewoon in de talkshow. Nee, we hadden nog een cameraatje. Normaal ben ik er niet zo van, maar Jerry. Jerry is volgens mij wel. Kijk. Nou, Jerry, nu je ook in de whereby zit, even de standaard meedeling. Vergeet niet, als je hem in je Insta-story zet, niet het linkje mee plaatsen. Kijk, ik heb die collectie van Power aan. Heel sick. Wat is nou dat bananas.gg? Want iedereen zag dat verschijnen en dan staan Joost en Rudy er in één keer op. En er is een platform en er is een stream, maar niemand weet wat ze nou eigenlijk doen. Nou, het eerste, alle woorden zijn van mij. Ja, wie ben je, stel je even voor, Jerry, vertel. Ja, oké. Ik ben Jerry, wacht. Ik heb echt 3 dagen lang, dus ik ben helemaal kapot. Het ging me heel snel. Ik werk heel veel met Joost en Rudy samen. Wij zijn met z'n drieën, hebben natuurlijk de theatertour al een tijdje lopen. En we zijn iets meer gaan samenwerken. Ik ondersteun Joost en Rudy met, ze zeggen dat een heel snel management, maar we doen het echt met z'n drieën. Uh-huh. Dus zoals de show maken, doen we samen, maar ook nu marketing. Dus waar de meeste al hele campagnes bij en creator neer worden gezet, gaan we ze samen uitdenken. Waar ik iets meer de marketing en de analyse doe en de jongens gewoon lekker creatief bezig zijn. Dus wij zijn vooral geen managementbureau, wat al heel snel onduidelijkheid over was. En ik ben gevraagd bij Bananas om mee te denken over het nieuwe idee die ze hebben. Maar wat is hun idee nou precies? Want dat is mij nog niet helemaal duidelijk. Van wat? Nee, en dat snap ik. En daar ben ik echt helemaal mee eens. Want dat is wel een beetje het ding wat niet goed uit de verf komt.
Bananas is uit de gedachte. Dus als je kijkt op Twitch hoeveel Nederlandse kleine streamers er zijn met onder de 100. En dan, ik heb net even gekeken, want ik dacht, ja shit. Als ik iets moet vertellen, moet ik wel weten. Mijn duidelijkheid, want ik ben hem nu al kwijt. Jij werkt... Ik werk voor mezelf. Ik heb mijn eigen, wij hebben een marketingbureau. Oké, en toen vroeg Bananas van, yo, wij willen wat nieuws opzetten. Jerry, hoi. Ja, klopt. Okay, ja. Okay. En Bananas is dan, dat is gedaan door Siva. En Siva, dat is, die doet eigenlijk 80% denk ik van de evenementen. Dus echt de techniek en de achteren, alles aan de achterkant. Mm. Ik denk dat Immense en Siva zelf samen de grootste zijn. Dus of je nou een Dreamhack... Ja, okay, maar ik hoef niet te veel... Want kijk, nee, voor de duidelijkheid, we zitten hier nu natuurlijk... Ik snap dat we hier met creators onder elkaar zitten. Maar de mensen die hier naar kijken zijn gewoon normaal publiek, weet je wel. Dus die hebben weinig aan wie het management van wie is. We willen gewoon weten, wat is nou dat Bananas? En waarom zou ik er naar moeten kijken of naartoe moeten komen of whatever? Zeg maar de business erachter interesseert ons niet zoveel. Het is gewoon, what's in it for me als kijker, zeg maar. Als kijker is het dus dat de kleine streamers, daar is het voor gemaakt, zij gaan toernooien organiseren met een twist, zodat je eigenlijk als kleine streamer altijd content hebt. Dus als jij niet de vrienden en het netwerk hebt om content te maken, dus laten we zeggen Among Us met 10 man, dan zorgen zij dat zij faciliteren puur dat jij je content kan maken. Oké. Okay. Dus het idee. Ja, het heel klein idee. Aan de andere kant hebben ze Bananas Live, en dat is het platform waar ze kleine creators neer kunnen gaan zetten. En dat is dan dus een soort eigen locatie. Kanaal van hun ook? Nee, maar ja, zij komen daar en zij kunnen dat gebruiken om zichzelf een groter publiek aan te spreken. Ah, oké. Okay. Dagelijks HD van de toekomst. Dat is eigenlijk heel klein. Maar ik ben helemaal eens, als je kijkt naar de website, dat komt totaal niet over. En dat is omdat het allemaal, het is echt, wat ik net al zei, hè, het zijn mensen die zijn uit de evenementenbranche. En die hebben nu gewoon 1,5 jaar stilgezeten. En die dachten van ja, laten we in de tussentijd dit doen. Puur een passieproject. Cool. Is het dan niet te vroeg live gegaan of zo? Ja. Okay. Als je kijkt naar de website en ik zeg, ja, er zit geen geld in, dan zeg je, ah. Als ik zeg, ja, er zit heel veel geld in, dan wordt een goede website gemaakt, dan zeg je, jezus, dat is een slechte website bouwen. Maar en al die want dat werd net ook nog even gevraagd, van al die sponsoren en zo en al die logo's die erop staan, want gaat er dan nog ergens geld in om? Nogmaals, we zijn mijn woorden, mijn mening, dus ik ga echt niet over de organisatie. Wat ik weet is dat er bijna alle giveaways zijn sowieso zonder geld gedaan. Mm-hmm. En als er wel iets van sponsoring is, durf ik niks over te zeggen. Maar ik weet wel dat dat niet het ding is. Oké. Okay. Nou ja, cool dat je er in ieder geval even over wilde komen uitleggen. En ik hoop natuurlijk uiteindelijk, ik bedoel, alle initiatieven voor de Nederlandse scene zijn tof. Weet je, we zijn ook altijd heel makkelijk in dingen neersabelen. Ook iedere keer als er een awardshow is, dan zijn mensen super kritisch. We houden gewoon van zeiken in de Twitch scene. Maar uiteindelijk in die end moeten mensen vooral blij zijn dat er dingen georganiseerd worden en dingen worden gedaan. En we zullen wel zien waar dat schip gaat stranden, toch? Nee, ja, zeker. Weet je, en wat ik zeg, dit zijn echt helemaal, alle woorden zijn van mij. En zo was hoe ik het heb beleefd. En ik dacht, ja, dit is tof. En wat ik dan vind van het platform, of ik dan denk, ja, dat weet ik niet meer. Ik vind het gewoon echt heel tof, het idee van wij gaan die kleine ondersteunen. En dat zij daarin helpen, zij hebben daar gewoon de middelen voor. Dat is gewoon heel erg tof. Cool. En had ik nog één vraagje, maar dat is gewoon puur uit interesse. Want jij bent dan van Fanvlog, toch? Mm-hmm. En dat is dan weer met Joost en Rudy. En daar zag ik ook de site van. Daar kwam ik dan via Bananas. En dat leek het een beetje lijken alsof jullie iets voor ons kunnen betekenen als creators. Wij worden... Dat is wat Bananas doet. Bananas wil die creators helpen te ontwikkelen. Zij roepen daar voor onze hulp in. Van, hey, heb je wat tips? Wat kunnen we daarvoor betekenen? Okay. Dus zeker niet dat ik management ga doen van allemaal kleine creators. Maar we kunnen wel gaan kijken waar ligt die mogelijkheden. Stel dat iemand wel die volgende stap wil maken... Dan ben ik daar gewoon open voor die advies. Aha. Oké. Okay, dat wordt zeker geen. Dat is dan gratis. Ja, dat is volgens nog wel, ja. Tenzij je hard gaat. Ja, kijk, als er dadelijk 200 gasten staan met een miljoen, ja, dan moet de tijd ergens vandaan komen. Maar nu wordt er gewoon naar mij een vraag gesteld van, hey Jer, doe hier even wat advies geven. Ik heb net even trouwens in het kanaal gezeten. Er zijn best wel streamers die voor mij kunnen foutje dat ze voor mij met advies komen. Nee, natuurlijk. Nee, maar niemand trekt je ook in twijfel. Ik bedoel, Joost heeft je ook aangedragen. Dus wat dat betreft, cool. Nou ja, maar ik zit hier ook helemaal, want wie A zegt moet B zeggen, weet je. Dus als het helemaal een flop is, dan moet ik daar ook gewoon zeggen van ja, zeker. Maar ik vond dit, dat ik het echt idee heb. En weet je, de mensen die hierachter zitten, ken ik goed. En dat is echt vanuit een gevoel. Maar en krijg je dan ook iets van jou of van Bananas? Want ik ben een kleine streamer. Ik heb 10 kijkers. Nee, maar ik klop aan bij Bananas. Ik zeg, yo, help mij. Wat gebeurt er dan? Ik wil 10 schapen doodmaken in Minecraft. Yes, schapen. Nee, zoals het nu...
Kijk, nogmaals, het is helemaal een opbouwende ding. Maar Bananas is geen management. En die is ook niet helemaal daarvoor voor die creator. Maar die kunnen wel. Die vragen mij of ik content wil schrijven voor de website, bij wijze van. Maar ik kan ook gewoon die vraag gewoon direct krijgen. Maar zo, daar is het gewoon nog niet. Dus ik kan het nou eigenlijk niet. Op dit moment nog helemaal niks. Want ze sturen het door naar jou. Nou ja, ze hebben. Nou, dat is niet helemaal waar. Ja, nee, dat is een vraag. Want ik vind het een hele goeie. Nee, want zover is het gewoon nog helemaal niet. Dus ik vind deze heel lastig te beantwoorden, als ik al heel eerlijk ben. Want dat zover is het gewoon nog niet. En dat is ook een organisch dingetje. Zover wat ik nu heb. Ik heb alleen Bananas Live. Daar ben ik bij betrokken. Oké, en dat is gewoon die livestream. En daar kunnen kleinere streamers. Die hebben nu het platform gekregen. Ja. En wij zijn bezig om verder te denken. Om het te ontwikkelen. Van hoe kunnen we dit helpen? Waar ligt die vraag? Oké. Okay. Als die vraag er niet is, weet je. Cool. Oké. Nou ja, we gaan het zien. En wanneer is dan de volgende stream? Geen idee. dat ligt bij Bananas. Nee, ik ga niet over de organisatie. Oké. Okay. Nou ja, thanks dat je daar even uitleg over wilde geven, Jerry. Nee, tuurlijk. Ja. En nou ja, misschien als het in de toekomst nog een ding wordt, dan... Doet u dat toch goed, hè? Ja. Ik vind het leuk. Wat jij zegt, Daniel, voor alle leuke nieuwe initiatieven. Ik vind het allemaal tof, alles wat er gebeurt. En heel eerlijk, ik heb gewoon een soort van evenement gehad, man. Weet je hoe... Ik heb nieuwe mensen ontmoet dit jaar. Ja, dat is wel leuk om binnen een keer ergens tussen de mensen te zijn, ja. Ja, dat was echt gewoon zo fijn. En dat is ook gewoon waar we met z'n allen iets voor deden, natuurlijk. Nee, snap ik. Ja. Nou, thanks, Jerry. Dan doen wij nog even een onderwerpje en dan gaan we langzaam de afrondende fase in. Maar thanks, man. Hey, succes. Bye. Yo, bye. Hey. Ja, dus Bananas. Ik ben heel erg benieuwd wat ze verder nog gaan doen. Maar nu heeft Jerry het in ieder geval iets beter kunnen uitleggen. Overigens, ja, ik bedoel even... Wat zei je? Ik had het niet beter kunnen zeggen. Nee. Nee, ja, kijk, broer, ik denk ook... Maar ik denk ook wel dat... wat eerder al gezegd is in deze show... dat leuk dat er dat soort initiatieven zijn. Blijf altijd gewoon op je hoede. En vraag je als streamer af... What's in it for me? En als je het gevoel hebt dat er voor jou winst te behalen valt... doe dan vooral mee. Maar onderschat ook niet je eigen kracht als kleine streamer. Want je kan ook heel veel dingen in je eentje doen. En er zijn ook heel veel partijen... zijn ook bereid om je gewoon te helpen... zonder dat ze daar zelf wat voor terugkrijgen. Weet je, je kan op heel veel verschillende plekken en ook bij mensen die al wat langer zelf bezig zijn, kan je altijd advies inwinnen of vragen van hoe doe jij dat? En dat kan soms ook heel veel powerful zijn. Dus nou ja, dat. Krijg je altijd al what's in it for me, maar ook what's in it for them. Ja, waarom doen ze dit? Ja, precies. Precies. Nou ja, dat. Hey, weten jullie eigenlijk waarom het nog steeds zo super lastig is om een PS5 te kopen? Die chips. Oh, is dat het echt, ja? Ja, dat is het echt. Dat zeiden ze destijds. Volgens mij is dat nog steeds. Want met alle... Chiptekort is sowieso nog steeds een ding. Ja. Had NPO... Dus niet alleen met de PS5. Had NOS3 daar niet een video over gemaakt? Ja. Ja. Oké. Shout-out NOS3. NOS3 is echt de shit. Ja, NOS3 is top. Medici waarschuwen nu voor een aantal... Het is wel grappig dat jullie over chips beginnen. Want deze is blijkbaar een TikTok-challenge. Het begon als volgt. Iemand zei, joh, moet je kijken, als je moeite hebt om je kampvuur of je barbecue aan te steken, wat je dan moet doen is, dan moet je er eerst Doritos op gooien. En dan steek je die Doritos in de fik en dat gaat als een malle. En dat bleek dus ook te werken, voor de duidelijkheid. Alleen, ja, het is TikTok, dus mensen gingen steeds meer dat uit de hand laten lopen. Dus op een gegeven moment zei iemand, hey, kijk, ik heb hier 500 zakken Doritos, wat nou als ik dit in de fik steek? En nou ja, je begrijpt natuurlijk dat inmiddels zijn er dus challenges met deo in de fik steken. Nee, en, met zijn benzine waarschijnlijk. Ja, en doktoren waarschuwen nu van... Ik moet wel zeggen, Daniel, ik heb dit ooit een keer gedaan. Het stikt wel goed. Ja, nee, dat verbaast me niks. Het was een goede barbecue. Daarom is het er ook, toch? Niet? Ja, nee. Het werkt. Nee, het zal zeker werken. Maar doktoren waarschuwen nou van jongeren, doe alsjeblieft een beetje normaal en steek niet van alles in de fik, alleen maar omdat ze het zeggen op TikTok. Vuur is gevaarlijk. Ja. Vuur is gevaarlijk, kids. Maar als je water geen is nog dat we daar doktoren voor nodig hebben. Nee, water is maar het is een beetje hetzelfde verhaal als een paar jaar geleden met die wasmiddelpots die iedereen in één keer ging eten. Ja. En hype. En als je niet goed genoeg nadenkt, dan doe je mee en dan gebeurt het dat. Ja. Een beetje dom als je 500 zakken Doritos dan gaat aansteken, terwijl je weet wat er gaat gebeuren eigenlijk. Ja, nou, ik vind het wel echt... Het is zo goed. Ja. Oh shit, ik ga het niet opzoeken. Nou, sterker nog, ik zag dus een filmpje, ik was dit vanmiddag dit verhaal even aan het uitpluizen. Blijkt dus nu dat jongeren, en alsjeblieft, doe gewoon normaal en doe geen domme shit, maar jongeren in Amerika gaan nu dus naar Walmart toe om dan zeg maar een hoekje van een Doritos zak in de fik te steken. En er is gewoon een heel schap afgefikt. Dus dat is echt heel insane. Omdat, oh my god.
Doritos fire. Ik ben zoek en er overheen gaan. Oh man. Ik krijg hier zo'n hoofdpijn van. Ja, we gaan echt naar een andere planeet met z'n allen hoor. Altijd ben ik hier zo'n honger van. Pingpongballetjes ook, ja, fuck. Pingpongballetjes in de fik zeker, ja, ook, ja. Rookbommetjes maken van pingpongballetjes toe van die kids nou. Die PVC-rookbommen. Ik zie Mike nog steeds wel gewoon naar het chipsvak gaan hoor. Gewoon even fietsen in het steken en lachen. Nee, dan in het chipsvak, jongen. Ik ga gewoon naar het magazijn, jongen. Steek de hele bum. Nee, maar ja, dat, ja. TikTok, hè. Maar ik zie af en toe... Dit is toch een beetje het negatieve effect van dat iedereen zomaar een platform heeft. Ja. Het is echt gewoon, ah, je bent populair, laat ik chips in de fik steken nu. Ja. De meest labiele persoon kan gewoon letterlijk viral gaan op TikTok. Dus doe gewoon, ja, maar of doe gewoon inderdaad, neem 600 kilo, vul maar in en dat ga ik uitstorten over mijn beste maat. En dan, weet je wel, de viral video, ja. Billy, niet op je opstand, ik zie je wel. Ja. Rustig aan. Rustig aan. De hele computer vertraagt ook van het opstarten van 5M. Die hele camera doet ook in één keer zo worden. We zijn gewoon op deze beeld, het is niet je leven. Rustig iedereen aan. Krijgt ook gewoon die pop-up 10 keer per dag van Billy is now playing 5M. Dat is niet waar. Kijk dat betrapte gezicht, ze wordt ook rood. No. Het is waar. Oké, ik begrijp dat iedereen door wil met de RP en dat soort shit. Dus laten we een beetje de afrondende fase ingaan voor deze week. Mooi moment om even vooruit te blikken op wat we allemaal van plan zijn om te streamen de komende tijd. Laten we het in omgekeerde volgorde doen. Omdat... Wat? Wat ga jij streamen, Billy? RP. Oh. Hey. Oké, jongens, even centraal. Even centraal. Ik wil het in omgekeerde volgorde doen. Maiko Beukers, waarom moeten we de komende tijd op jouw waanzinnige kanaaltje komen kijken? Geet jouw roleplay, altijd. Beste roleplay van Nederland. Je hebt natuurlijk de beste Twitch-clip aller tijden ook, hè? Met Ben Je Nog Live. Klopt, Ben Je Nog Live, dames en heren. Heb je hem nog niet gecheckt? Gewoon op Google. Ben Je Nog Live? Altijd. Ben Je Nog Live? En ik heb Knockout Ball City heb ik gevonden. En dat ben ik helemaal kapot aan het spelen. Dus de komende tijd ook. Heel goed. En gewoon lekker RP, man. Lekker, bro. Nice. Wat wij zeggen ook je beste politie-character? Wat wij zeggen? Nou, jij beste kopkarakter streamer gebeuren. En dan heb je natuurlijk... Maar ik ben weer even... Level omhoog, beste RP'er van Nederland. En dan heb je daarna Billy. En Billy is de meest spelende streamer RP'er van Nederland. Die snake dog, die vermoord me. Ja. Het is zo makkelijk ook. Het is ongelooflijk. Wat heb ik gelachen om die clip. Ben Je Nog Live, ja. Sorry, maar zeg dat ik vermoord mij. De beste clips al wordt. In het begin vond ik het wel kut, okay, maar daarna kon ik de ironie ervan wel zien. Ik moet wel toegeven, als ik laat vaak dingen, roep ik dan iets leuks en dan vergeet ik het weer en zo. Maar ik moet echt dit jaar, moeten we echt de laatste maand van het jaar, moeten we met z'n allen gewoon een echte beste clipsverkiezing... Zonder dat er aan taalgebruik hoeft te worden gedacht. Gewoon echt de beste clipverkiezing. Met de echt de beste clip. Er moet gewoon een Twitch rewind komen met de goede clips. Oh, juist. Ja. Oeh. Goede clips. Misschien kunnen we gewoon, weet ik veel, met z'n allen wat geld op een hoopje gooien om één waanzinnige editor in te huren die gewoon een echt goede clipscompilatie Arfie, maakt. Want kijkers luister. Kunnen het niet. Arfie, Femke. Wake the fuck up. We with Arfie. Start clipping, Arfie. Snake is ook zo'n klootzak. Wat? Hij gaat nog steeds stuk om dat Snake Dog. Ja. Oh, wat goed. Die vermoordt mij. Die vermoordt mij. Mijn? Ja. Die vermoordt mij. Ja, ik heb een accentje wanneer ik agressief word. Spijt ja, nee, maar helemaal terecht, joh. Goed, ja, twitch.tv/MaikoBeukers. Ben Je Nog Live. Joost Jones. Yo. Ja, wat Michael zei, behalve de RP dan. Ik heb ook een beetje de verslaving van Knockout City gevonden. Ja. Ik vind het echt erg leuk spel. Ben er graag mee bezig. Probeer wel weer nog wat Nelland SP dingetjes te doen. Maar ik vind het toch wel pittig om er weer in te komen, merk ik. Ik stream nu voor nog wat aan doen per week. In plaats van 2 keer per week. Aan dat te weinig mensen zijn op net als SP. Of denk je van, weet je wat? Nieuwe mensen toelaten. Fuck it. Ja, als jullie nieuwe mensen weten, hit me up. Dat kan altijd. Maar mag ik eigenlijk überhaupt nog inloggen? Want ik zag op een gegeven moment werd ik getagd in een Insta-post met zeg maar SMP. En daar stond mijn hoofd met een kruis er doorheen. En toen dacht ik, blijkbaar ben ik loose op SMP. Puur omdat je zo lang niet meer online bent geweest. Maar okay. dat is
Dat zijn toch gewoon kijkers die dat doen? Oh, dat wist ik niet. Ja, ik dacht voor hetzelfde is geld. Is dat niet zo'n afvalcompetitie van, ja, van 9 hoofden en dan moeten ze stemmen in de comments van wie er af moet vallen? Oh. Ik vind gewoon een avondje ongezien dat ze alle live gaan, zodat Joost wel nieuwe YouTube-video's heeft. Ik vind het nog heel erg leuk, alleen ik merk gewoon dat ik het met wat moeilijker vind om er even weer in te komen of zo als ik een tijdje weg ben geweest. Maar ja, we willen heel graag, zeker de vaste spelers, die willen gewoon dat de hele boel weer gewoon gereset gaat worden. Dat waarschijnlijk als de nieuwe Minecraft update uitkomt, gaat dat wel gebeuren. En ik hoop dat het dan alles weer een beetje gaat leven. Ja, maar dat zie je toch ook bij die SMP, bij de No Pixel roleplay. Iedere keer dat er een update komt voor de game, is weer een natuurlijk moment voor iedereen om het weer even op te pakken, ja, toch? Ja, exact. Iedereen gaat dan waarschijnlijk toch Minecraft spelen, want dan is er nieuwe content en dan kunnen ze net zo goed op de SMP. Ja. Dat is een beetje het idee erachter. En tot die tijd laat ik het gewoon een beetje zijn gang gaan. Weet je wel, mensen mogen doen wat ze willen. Ik wil nog wel wat events gaan organiseren. Dingetjes opengooien die nu al dicht zijn. Brandstapeltje, hè, Lotje? Brandstapeltje. Ja. Ik merk nog dat er steeds heel veel mensen het leuk vinden. Dus ik zou het zonde vinden als ik het nu helemaal met rust zou laten. Maar ja, dat proberen. Voor de rest lekker Knockout City streamen. Aight? Nou, lekker. Lekker tag team in Knockout City. Twitch.tv/Joost. Lotje, wat... jouw Don't setup stop. Is wel... Don't stop. Hoe voelt het om... Hoe is hij nog steeds aan het lachen? Ja, ik weet ook niet waar het over gaat. Waarschijnlijk gewoon de clip. Ben je nog live? De clip. Ja, ik heb de clip. Ben je nog live nu voor me? Ik ga hem nu kijken. Je moet hem met geluid kijken, anders is het niet... Met geluid, dat gaat het om. Met geluid, ik heb hem niet. Wacht, heeft iemand een linkje voor die clip? Ik heb ook geen... Oh, ik zie hem in de chat. Ben je nog... Snap je nu waarom? Snap je nu waarom? Hij ligt helemaal uit zijn plaat, die gast. Dat is onze Maiko hier. Ik zal hem nog even linken voor de liefhebbers. Anyways. Oh, Maiko, ben jij ook gewoon, joh. Ja, ja, ja. Goed. Dit is de claim to fame van Lotje. Die vermoord mij! Sorry, Lot. Ik wilde zeggen, ook lekker, dat je niet meer binnen een straal van 5 centimeter van je eigen airco/luchtreiniger moet zitten. Het is allemaal wat ruimer. Ja, mijn airco zit in het plafond nu. Ja, dat is wel beter dan zeg maar dit gewoon. Ja, ja, ik ben echt ik ben blij met de ruimte. En ik heb nu dan inderdaad 1 stream gedaan, maar wij zitten gewoon verder nog echt in de dozen. We hebben dan, ja, ik ben een beetje een handicap geweest in deze verhuizing, want ik heb natuurlijk wat gezondheidsproblemen. Dus het moet hier schoon zijn. We hebben heel veel gezeik gehad met het opknappen van het huis, waardoor we gewoon nergens naartoe zijn gekomen. Dus Don en ik zijn al een week lang aan het schoonmaken, opruimen en we zijn nog niet klaar. Maar ik kan nou eindelijk me ook weer een klein beetje focus op streamen. Dus ik ga ook lekker weer beginnen. En ik wil eigenlijk een beetje games inhalen die ik gewoon gemist heb afgelopen weken. Want ik ben een tijdje niet geweest. En SMP wil ik ook weer mee beginnen. Want wat vaste spelers, die hebben een heel leuk verhaal bedacht. En ik heb daar ook een rol in. Dus dat ga ik doen. Oh, scripted RP. Nee, het wordt wel echt heel leuk. Alleen, het liep op een gegeven moment liepen er zoveel verhalen door elkaar heen. Dat ik ook zat van, ja, wat moet ik nou gaan afronden en wat niet? En nou, iedereen is inmiddels een beetje gestopt. En dus ik ga hier wel mee verder. Lekker lineair. En dan is het mooi geweest. RP dan, daar heb ik wat te doen. Oh ja, is goed. Nee, dat kan zeker. Dat kan zeker. De botgod is weer terug, jongens. Met je pudding in verbrichtster. Twitch.tv/... Lotje, als je even wil komen kijken, geef even een volletje. Billy, she back. 1 keer in de week. She back. In the week. Ik heb Snap nog niet gespeeld, dus we gaan Snap spelen. Huh? We hebben Miitopia nog niet gespeeld, dus we gaan Miitopia spelen. Ik heb mijn tweede character GTA RP nog niet geïntroduceerd op stream, dus dat gaan we spelen. Ik had nog, voordat ik wegging, een pakstream beloofd, dus dat komt ook ergens toch op de planning. Heel eerlijk, Daniel, ik wil heel veel doen, alleen ik wil het ook rustig aandoen. Dus ik moet een beetje kijken hoe en wat. Doe gewoon maar rustig. In principe... gewoon weer wat mensen van me gewend zijn. Veel Nintendo, veel in real life. Gewoon een beetje chill vibes. Lego, die had ik ook beloofd. Die staat hier ook echt al weken, maanden klaar. Wow, die is Oh, Harry Potter. Die is vet. Alleen die had ik nog beloofd, maar die heb ik nooit in elkaar gezet. Dus die komt ook nog ergens. Dus er zat content wat ik nog wil doen. Alleen weet ik nog niet wanneer. Dus. Oké.
Twitch.tv/BenBilly kwijt. Ga even een keertje followen en dan zie je er wel. Ja, toch? Ja, toch. Maris, wat ga jij allemaal doen de komende tijd? Ik ben niet zo heel erg veel live geweest de afgelopen tijd. Maar ik ben achter de schermen wel heel veel bezig geweest met een beetje shit fixen voor mijn streams. Hoorde het iemand net al aan het begin van de stream vragen of dit dus een strijkplank was. Ik heb hier een tafel voor mezelf gebouwd en er staat inderdaad een strijkplank onder. Omdat ik dus voornamelijk een beetje bezig ben met kleding maken, cosplays maken. Dat wil ik weer mee gaan doen op stream. Dus ik ben afgelopen maandag weer live geweest. Ik heb een hele hoop leuke dingetjes gemaakt voor mijn stream. Door mijn camera's overswitchen en lampjes automatisch aangaan en zo. Dus helemaal fijn. Ik kan er helemaal goed mee werken nu. Dus dat gaan we doen. Kleding maken op stream. Naaien, naai stream. Haha, grappig. Twitch.tv/Maris Mondria. Lekker, Maris. Ga meme neer. Ik ga niks doen. Helemaal niks. Chill. Helemaal niks. En iedereen gaat het kijken, Don. Dat is het probleem. Ja, perfect. Nee. Ongeïnteresseerde droogkloot zit achter computer. 1 miljoen views. Wow, dat is maar zo'n feest. Nee, de laatste tijd ben ik erg bezig met zeg maar de application voor NoPixel. Dus ik probeer nou eens een keer wel eens een keer toegelaten te worden. Okay. Moet je nog Engels spelen? Ja, toch? Ja, dat is lekker Engels, joh. En anders gewoon Lotus vermaak ik me ook nog steeds. En anders nog een tar koffie. Ja, dus, ja, gewoon lekker spelen, joh. Oké. Sorry, Don, een tar koffie zei je. Oh nee, spelletje. Lekker hoor. Twitch.tv/gamiemneer, The Legend. En dan kipsoepje en Shari. Ik doe ze apart. Eerst Shari, dames eerst. Shari. Nou, ik heb Resident Evil 2 en 7 gekregen van Ro. Dus die ga ik spelen. Ik ben begonnen met 2 en ik schijt hem echt in mijn broek. En ik ben begonnen aan een shooter voor het eerst in mijn leven. Dat is Valorant. Oh. En daar voel ik me best wel lekker bij. Dus dat doe ik steeds meer. Dat wil ik steeds meer gaan doen. Ik ga en nog steeds beter dan Zoomie. Is dat zo? Ja, ja, zeker. 100%. Oké, okay, nee, ik probeer nu te grinden naar Bronze 1. Ik ben Iron 3, dus daar ga ik voor. Oké. Okay. Twitch.tv/Shari. Gewoon even een followtje geven, ja toch. Lekker. Ja, toch. En dan The Man of the House, kippensoepje. Ja, ik heb sinds kort een in real life backpack. Dus ik ga lekker naar buiten. Ik heb er zin in, ik ga vissen, de zon opzoeken. Misschien af en toe nog een eventje meepakken zoals banana's. Daar heb ik echt veel zin in. Ik hoor net dat ik ook nog een applicatie voor NoPixel moet doen. Want ja, ik kan natuurlijk niet zorgen dat andere mensen eerder dan mij zijn. Daarnaast ga ik lekker wat binnen zitten en een beetje RP streamen. En ik ga zo meteen nog live, dus kom allemaal bekijken. Het is vet gezellig. Hey, kippensoepje. Hey, shout-out naar mezelf. Nou, lekker. Nou, dank jullie wel allemaal. Het was weer een waanzinnig gezellige cast voor deze week. Ik hoop de komende week weer iets meer te kunnen streamen, want de rust is weer een beetje wedergekeerd. En anders is er natuurlijk zondag weer een talkshow. En zondag hebben we, als het goed is, een hele selectie winnaars van de Best Social Awards. Want die worden deze week, deze donderdag worden die uitgereikt. En dan gaan we zondag een grote winnaarsshow maken. Dus ik heb uiteraard nog geen idee wie er gewonnen hebben. Dus ik weet ook nog niet wie er aankomende zondag in zitten. Maar ik weet wel dat ze dus dan allemaal een award hebben gepakt. Dus dat volgende week. En anders join discord.gg/Daniel. Daar is het altijd gezellig. En verder wil ik mijn gasten van deze avond bedanken. Kippensoepje, Shari, Gamiemneer, Maris, Billy, Lotje, Joost en Maiko. En Moos. Oh, zo cute. Dus met Spartel. Zo cute. Tackles zijn wel echt cute. Nee, Tackles is echt een. Het is gewoon geen hond, man. Het is een soort van kind. Het is een vibe, gewoon. Tackle is een vibe. It's not a dog, it's a baby. Zonder dog, it's a vibe. Het gaat ook gewoon in mijn nek slapen en zo. Dan zit je op de bank en dan klimt het zo helemaal op je en dan ligt het hier. Als een worst zo. Ja, als een worst. Echt, geen enkele hond doet dat ooit. Nice. Ja, ik doe dat ook wel met mijn Labrador, maar dat is toch een stuk anders, zwaarder, hè? Ja. Ja, anyways, dank jullie wel allemaal. En tot volgende week. Doe de groetje los met Tos. Hij is een legend. Hij doet toffe dansjes voor een greenscreen. Dat is helemaal sick. Dus later. Doodles. Doodles.